Goed, welkom mensen bij Helikon MBO Tilburg. Ik zei net al, ik ben bijzonder blij met de aankondiging dat dit een speciale, bijzondere school is. Mijn naam is Leonie Heikans, ik mag directeur zijn van deze school. En dat doet me natuurlijk deugd dat we zo aangekondigd worden. We zijn ook trots dat we de host mogen zijn voor Groene Peper, omdat dat begrip duurzaamheid en ook de titel van dit event, Onderwijs van de Toekomst, enorm goed bij ons past. Want wij zijn van mening dat wij dat doen. En natuurlijk is het jammer dat het evenement niet live kan plaatsvinden, dat jullie hier niet kunnen zijn allemaal. Want dan had je ook echt kunnen zien dat we op alle gebied nadenken over duurzaamheid. Zo zie je veel planten in onze school. Als locatie zitten we juist heel dicht bij het station. Daar hebben we echt voor gekozen. We zitten samen met anderen in een gebouw. En we proberen dat duurzaam denken en doen dus echt door te voeren in alles wat we op MBO Tilburg doen. Nou, wat doen wij dan? En waarom onderwijs van de toekomst? Onze opleiding heet opleiding adviseur duurzame leefomgeving. En dat betekent dat eigenlijk alles wat wij in die opleiding doen gaat over duurzaamheid. Dus niet één onderdeeltje in een opleiding gaat over duurzaamheid, maar de totale opleiding. We hebben een opleiding MBO 4. En onze studenten gaan aan de slag met duurzame vraagstukken die zich afspelen in de stad. Nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan hittestress, leefbaarheid, wateroverlast, samenleven, inclusiviteit, gezondheid, gezonde voedselproductie en kleinschalig in de stad, circulaire economie. En hoe doen we dat dan eigenlijk? Wij gaan op zoek in Tilburg naar bedrijven die onze studenten willen inschakelen voor opdrachten. En wij gaan samen met studenten proberen integrale oplossingen te bedenken voor die opdrachten. En dan doe je naast kennis over duurzaamheid en hoe dat je dat inzet in de bedrijven of organisaties, doe je ook kennis op over samenwerken, communiceren, creatief denken en 21e eeuwse vaardigheden. En dat zijn belangrijke dingen in onze opleiding. Nou, ben je nou hier benieuwd naar geworden? Wil je het hier een keer zien? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. We zitten heel dicht bij het station. Wil je meer weten hoe dat we dat duurzaamheid vormgeven in onderwijs? Stel ons de vraag. En we zijn bereid om jullie natuurlijk van antwoorden te voorzien en mee te helpen. Om ook jullie onderwijs daarin mooi vorm te geven. Voor nu wil ik jullie bedanken dat ik de kans heb gehad om even dit te kunnen zeggen. Maar belangrijker is dat jullie heel veel plezier beleven aan het programma van vanmiddag. Vooral dit hele mooie programma van Groene Peper. Dus ontzettend veel plezier deze middag. Dankjewel. Ja, dankjewel. We zijn denk ik heel erg blij dat we hier, al dan wel niet voor de kijkers thuis digitaal, zijn neergestreken voor de Groene Peper. En want de Groene Peper is namelijk het evenement voor onderwijs van de toekomst. We hebben de hele week eigenlijk al een spectrum aan onderwerpen onder de loep genomen die kunnen bijdragen aan een duurzamer MBO, HBO, WO, allemaal. En dit jaar doen we dat dus digitaal met het thema de groene reset. Dus we gaan kijken naar wat er over afgelopen schooljaar niet goed gegaan is, wel goed gegaan is en hoe kunnen we extra duurzaam beginnen volgend jaar. En ook wat kunnen we leren van deze periode om de groene reset dus een realiteit te gaan maken. Nou, om over dit en nog veel meer mee te praten, hebben we Hajar Yaghoubi gevraagd. Een jonge vrouw die zich inzet voor duurzaamheid, eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ook gaat ze in gesprek met politici en beleidsmakers over jongerenparticipatie. En we zijn super blij dat ze er is. Hajar, take it away. Oké, yes. Nee, super bedankt Nikki voor de introductie en super fijn om hier te zijn. Normaal gesproken zou ik zeggen om jullie te zien, maar ik weet dat jullie in ieder geval in gedachten van achter jullie schermen bij me aanwezig zijn. Ik wil het vandaag met jullie iets meer hebben over de kracht van een jongere stem in de hele duurzaamheidsdiscussie. En ook een beetje over de green reset, zoals Nikki het eigenlijk al noemde, waar we het over willen hebben. Maar over dat eerste, als ik het daarover wil hebben, moet ik altijd voor mezelf terugdenken aan een week in september 2019. Ik stond toen samen met 250.000 andere mensen in de straten van New York in wat later bekend zou komen te staan als de grootste protestbeweging ooit. De klimaatstakingen.
En 3 dagen nadat die klimaatstakingen bezig waren, zou diezelfde stad in New York volstromen met wereldleiders van over de hele wereld die samen zouden komen voor de Climate Action Summit. Die werd georganiseerd door de Verenigde Naties. Ik weet nog dat we daar toen waren en dat in iedere nieuwe straat die we inliepen, er wel mensen van achter de grote wolkenkrabben ramen naar beneden aan het kijken waren naar de menigte die zich eigenlijk door de straten heen sleepte. Sommigen uit nieuwsgierigheid, anderen uit verveling misschien, en ook een groep uit support. En vooral die laatste groep was een groep die zelfs heel vaak nog bordjes hadden gemaakt die ze voor zich uithielden, gedrukt tegen het ramen aan, voor ons met boodschappen daarop. Van teksten zoals We support you of Climate action is needed. Het kwam allemaal voorbij. En toen we op een gegeven moment het gebouw van de Universiteit van New York voorbij passeerden, stond daar ook een vol team aan docenten met zelfgemaakte bordjes tegen de ramen aangedrukt, waarop stond NYU faculty is with you. De zon stond hoog die middag en de energie was dat zeker ook. Door alle support die er was, maar ook door de ongekende grote menigte waarmee we liepen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op mijn tenen probeerde te gaan staan om te kijken hoeveel mensen er waren, maar ik kon niet zien waar de menigte begon of waar die eindigde. En ik was niet alleen bij die staking die dag. Ik was daar ook samen met een aantal collega's van mij, jongeren of tegenwoordigers uit andere landen. En achteraf vroeg ik ook aan hen van, hey, wat vonden jullie er nou van om daar doorheen te lopen? En we waren het allemaal over eens dat het een soort van euforie was waarmee we meeliepen in die groep. Met klotsende waterflessen in onze tas voor het drinken. Bij iedere stap die we zetten klonk ook de best wel bekende klimaatleuzen die altijd worden geroepen. What do we want? Climate action. And when do we want it? Now. Het ging door en door en door en door. Het was eigenlijk een beetje een soort van, in een staat van trance dat we meeriepen. Straat na straat, stap na stap. Bijna ononderbroken liepen we de hele route af. En ik zeg bijna een beetje opzettelijk, omdat ik de enige was uit de groep die soms even aan de zijkant van de weg een pauze moest nemen om een nieuwe blarenpleister op mijn hiel te plakken. Ik dacht namelijk dat het een goed idee was om vanuit Nederland 1 paar laarzen mee te nemen, die mij perfect leken voor de conferentie die op die maandag zou beginnen, maar toch iets minder geschikt bleken om een hele half Manhattan eigenlijk mee af te lopen. Maar goed, op een gegeven moment midden in de klimaatstakingen, midden in de klimaatmars realiseerde ik mij iets. En dat is dat iedereen die daar liep, maar ook iedereen die daar niet liep, behoorde tot de laatste generaties en ook de eerste generatie die wisten hoe groot de ernst van het klimaatprobleem is, van de klimaatcrisis. We waren de eerste generatie die ervan af wist, maar meteen ook de laatste generatie die daar iets aan kon doen. En op het begin vond ik dat een ontzettend enge gedachte, een hele overweldigende ook. Maar hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer ik dat begon te zien als iets hoopvols. We waren niet slechts de laatste generatie die iets aan het klimaatprobleem konden doen. We waren eigenlijk gewoon de beste hoop die we hadden om er nog iets mee te doen. Want er gaat namelijk niemand ooit meer komen die zo erg de kans heeft als dat wij nu hebben om klimaatverandering te stoppen. En in die macht zijn wij allemaal verenigd. De boodschap van iedereen die daar die dag meeliep was dan ook duidelijk. Het Parijsakkoord moet gehaald worden. En om dat te doen, moet uitstoot van onze broeikasgassen in 2030 meer dan gehalveerd zijn om die 1,5 graad opwarming van Parijs te halen. En dus om onomkeerbare klimaatgevolgen tegen te houden. Met andere woorden, klimaatactie moet sneller en het moet ambitieuzer. En laten we heel eerlijk zijn, het is best wel een bijzondere week waarin ik dat mag zeggen. Niet alleen omdat deze week natuurlijk de groene peper is, maar ook gisteren was een ongelooflijk baanbrekende dag als het daarop aankomt met de uitspraak in de zaak tussen Milieudefensie en Shell. Want voor het eerst in de geschiedenis moet een bedrijf haar beleid aanpassen zodat het in lijn is met het Parijsakkoord. En de impact die deze uitspraak dan ook heeft is zo ongekend groot, omdat ze de deuren, eigenlijk de juridische deuren opent of voor andere fossiele bedrijven om verantwoordelijk gehouden te worden voor de impact die ze hebben op onze samenleving. Ook als onderdeel van die samenleving. En toen ik voor het eerst wist dat meer dan de helft van de CO2 sinds 1990 is uitgestoten, was ik echt ontzettend gechoqueerd. Omdat voor mij heeft CO2-uitstoot en de broeikasgassen altijd gevoeld als iets wat in een ver verleden in de industriële revolutie is uitgestoten. Maar meer dan de helft van de CO2 is uitgestoten sinds 1990. Ik ben geboren in 1999, dus het grootste gedeelte daarvan is gebeurd in mijn leven. Het is niet gebeurd
ver voordat wij hier waren. En het is ook niet gebeurd ver voordat de bedrijven die we verantwoordelijk moeten houden er nu zijn. En daarom is het goed dat die ambities omhoog gaan en goed dat we mensen verantwoordelijk houden. Maar goed, laten we teruggaan naar september 2019. Want die maandag na de staking begon ook de Climate Action Summit. Ik was vroeg wakker geworden die ochtend, had goed ontbeten, want het beloofde lange dag te worden. Ik had mijn beruchte laarzen aangedaan die mij die blaren hadden bezorgd tijdens de klimaatmars zelf. En was door de koele ochtendwind heen naar het VN-gebouw gelopen. Ik kwam daar aan, liet mijn VN-toegangspas zien aan de beveiliger, die zonder zijn blik van het kaartje af te wenden mij naar binnen wenkte dat ik door mocht lopen. Toen ik binnenkwam zag ik dat het al best wel druk was. En dus ik baande mij snel mijn weg door de grijze koppen en stoffige gangen naar de algemene vergaderingszaal waar de conferentie zou beginnen die dag. En als je daar binnenkomt is het altijd even een alfabetische struggle omdat je het land moet zoeken waar je natuurlijk achter zit. Je zou zeggen van het staat eigenlijk op alfabetische volgorde in de zalen altijd. Je zou zeggen dan is het altijd dezelfde plek. Maar wat misschien leuk is om te weten is dat ze om diplomatieke redenen ieder jaar altijd een grote bak hebben met alle 193 namen van de landen. Daar dan één loodje uittrekken van één land en die mag dan helemaal links vooraan zitten. En vanaf daar gaat het eigenlijk op alfabetische volgorde verder. Eigenlijk superleuk, maar voor mij altijd een grote struggle om dan te zien waar Nederland deze keer weer gepositioneerd is. Maar gelukkig, na even kort door de ruimte te hebben gescand, heb ik het gevonden naast onze vertrouwde buren van Nepal en Nieuw-Zeeland. Ik ging zitten achter het bordje van Nederland en bereidde me voor op de conferentie die zou beginnen. En dat deed het. Speech na speech van politici die nieuwe klimaatbeloftes maakten. Van het verhogen van de reductiedoelstellingen tot het verlagen van de openbaar vervoerkosten. Ze gingen door met nieuwe beloftes en hadden ook een aantal buzzwords die ze graag wilden gebruiken. Gehypnotiseerd luisterde ik dan ook naar woorden zoals Dear Madam Chair of Strive to deepen our knowledge, raising awareness. Maar ook woorden, en deze vond ik heel erg interessant, zoals Empowerment of Young People. Toen ze dat zeiden moest ik terugdenken aan de alle jongeren tussen wie ik stond 3 dagen voor die conferentie tijdens die klimaatmars. Ik begon me af te vragen of het deze jongeren waren die geëmpowered moesten worden. Of dat het de mensen in die zaal waren die meer ambitie moesten tonen. Voor de sprekers leek die vraag niet superveel uit te maken, want het werd herhaald, maar nooit echt bij stilgestaan over wie nou echt zijn ambition moest wezen en wie nou echt empowered moest worden. In ieder geval de jongeren was wat zij zeiden. Toen op een gegeven moment zij nog doorgingen, was er een ander buzzword dat ook heel erg veel gebruikt werd. En dat was innovatie. In de ene speech klonk het over we need new innovations en in de andere speech spraken ze over new technologies are what we needed. En sommige mensen noemden innovatie zelfs the solution to the climate crisis in de zaal. Toen ze daarover begonnen en doorgingen, viel het mij op dat dit echt de nieuwe trend was die veel politici insloegen. Technologie en innovaties, dat is de oplossing voor de klimaatproblemen waar we mee zitten vandaag. Nou goed, na aandachtig te luisteren ontwaakte ik eigenlijk uit mijn hypnose door een nog belangrijkere aankondiging, namelijk dat het tijd was voor de koffiepauze. Dat betekent altijd rennen daar, want de rijen zijn ontzettend lang. Iedereen wil zijn koffie halen en je mag het ook weer niet terug mee naar binnen nemen. Dus je weet dat als je vooraan in de rij staat, je eigenlijk een beetje een golden position hebt te pakken. Dus ik greep snel mijn tas van de beige tapijten vloer af en chaste eigenlijk door diezelfde wandelgangen naar de kelder van de VN waar het Vienna Café is. Dat is een van de plekken waar je je koffie kan halen. Nou, tot mijn spijt stond er al best wel een lange rij, dus ik moest helaas achterin aansluiten. En ik sloot aan achter een kale man die voor mij stond en omdat het toch zo'n lange rij was, raakte wel op een gegeven moment aan de praat. Hij vroeg mij wat ik bij deze conferentie kwam doen en ik vertelde hem dat ik hier was als jongerenvertegenwoordiger. En toen, op het moment dat ik het woordje jongeren liet vallen, zag ik dat die man zijn wenkbrauwen samen begonnen te trekken. Oh, zei hij. Ja, knikte ik. En er was even een hele ongemakkelijke stilte tussen ons beiden. En toen zei hij op een gegeven moment van, weet je wat het is? Zei hij dan toch maar even om te bekennen. Weet je, het is allemaal leuk en aardig met jullie jongeren, maar ja, jullie zouden eigenlijk gewoon moeten wachten tot jullie ouder zijn om mee te spreken. Je ziet gewoon dat jonge mensen soms te emotioneel zijn om bepaalde onderwerpen aan te kunnen. En dit was niet de eerste keer dat ik zoiets heb gehoord. Niet bij de VN,
En ook daarbuiten niet. Ik heb dit vaker gehoord van mensen. Want vaak genoeg wordt er over ons als jonge mensen gezegd dat we te emotioneel zijn om de grote problemen van de wereld aan te kunnen. Dat we sneeuwvlokjes zijn, snowflakes, hoe het ook wel eens wordt genoemd. En sterker nog, diezelfde middag deed Greta Thunberg haar bekende How Dare You speech in de grote algemene vergaderingszaal. Er was daarna veel commotie in de wandelgangen van de VN, van mensen die het geweldig vonden dat zij zo oprecht sprak en het zo mooi vonden. En misschien goede context om te weten is, ik heb altijd gedacht dat je bij de VN de beste speechers van de wereld zou vinden, maar het zijn echt de mensen die het meest monotoon kunnen praten. Dus het was sowieso al not business as usual hoe ze daar eigenlijk aan het praten was. Maar er waren ook mensen die het met de kale meneer van de koffierij eens zijn geweest. Die zeiden dat jonge mensen nou eigenlijk te zwak waren om de problemen van de grote mensenwereld aan te kunnen. Kijk maar naar dat meisje. She is crying in the General Assembly Hall, zeiden ze. En weet je of je Greta's speech nu goed of slecht vond? Eén ding staat voor mij wel als paal boven water. En dat is dat we een van de meest dappere generaties ooit aan het zien zijn hier. Want hoe makkelijk is het om een muur op te trekken en te doen alsof niets je echt wat kan schelen en het toch allemaal niet uitmaakt. En hoe moeilijk is het om te weten dat iets wat met je doet, dat je om iets geeft, dat je iets belangrijk vindt. En je in al die kwetsbaarheid alsnog uit te spreken over datgene wat je belangrijk vindt. Dat is precies wat ik 3 dagen eerder in die klimaatmars zag bij alle jonge mensen die daar meeliepen. De kale VM-man, dat wordt vanaf nu zijn bijnaam voor mij, zal het er niet mee eens zijn, maar één ding wat we in deze tijd meer dan ooit nodig hebben, is jongereninspraak. De beslissingen die we namelijk vandaag de dag nemen, gaan zo'n grote impact hebben op de toekomst. En wij als jongeren gaan het langste gedeelte van die toekomst meemaken. Wat ons eigenlijk de grootste stakeholder maakt om mee te praten over beslissingen die over de lange termijn gaan. Maar toch zien we dat op dit moment slechts 3% van bijvoorbeeld alle parlementariërs wereldwijd onder de 30 jaar is. En dat terwijl meer dan 50% van de wereldbevolking boven de 30 is. 3% versus 50%, meer dan 50%. En dat voor een functie die als doel heeft om het volk te vertegenwoordigen. Er is nog werk aan de winkel. Maar gelukkig zien we wel dat er steeds meer oog komt voor jongerenparticipatie. Jongerenorganisaties die aan de tafel zitten, laatst nog voor het laatst in de geschiedenis bij de formaties, nog nooit eerder jongerenorganisaties die meespraken, maar deze keer wel. Dit jaar 80% opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van jongeren die gingen stemmen, ten opzichte van 67% wat de opkomst was onder jongeren 4 jaar terug. En een wervelwind van een generatie die zich uitspreekt over onrecht op de wereld. Of dat dan gaat over duurzaamheid of gelijkheid, deze generatie zit duidelijk niet stil. Het betrekken van jongeren betekent ook vaak gewoon het betrekken van een lange termijn visie. En dat is wat we meer dan ooit tevoren nodig hebben. En dat is een van de dingen die we met z'n allen kunnen doen, waar we met z'n allen aan kunnen werken, om jongeren te betrekken in het werk dat we doen, in de beslissingen die we maken, in de implementatiefases van processen die we doorgaan. En een half jaar na mijn gesprek met de kale VN-meneer in de koffierij, is de pandemie begonnen. En nu, meer dan een jaar nadat de pandemie is begonnen, is één ding duidelijk geworden. Dit gaat de grootste economische, sociale en gezondheidsshock worden die wij gaan meemaken. De beleidsagenda's die we dan ook nu, vandaag de dag, in de herstelfase van de economie gaan opstellen, gaan zo'n grote, ongekende impact hebben op onze economie en op onze toekomst, dat lang nadat we nu die beslissingen gaan maken, ze nog gaan bepalen hoe de wereld eruit gaat zien, hoe de economie eruit gaat zien. In andere woorden, wat we nu doen, wat we nu beslissen, bepaalt de toekomst. En wederom, op het eerste gezicht kan dat best wel een enge gedachte zijn, ook weer overweldigend. Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik begon in te zien dat, hoe gek het ook klinkt, hier echt een zo'n grote kans in ligt. We kunnen de economie opbouwen op een manier die groen is en op een manier die inclusief is. En we hebben tijdens de gezondheidscrisis ook gezien wat er mogelijk is, hoeveel er mogelijk is als we een crisis echt als een crisis gaan behandelen. Diezelfde energie hebben we nodig in het aanpakken van de klimaatcrisis. Maar op dit moment zien we wederom dat slechts 12% van alle herstelpakketten door overheden wereldwijd worden besteed aan groene projecten.
Voor de context, even om te weten, dat is nog lager dan het aantal dat in het percentage dat in 2008 na de financiële crisis werd besteed aan groene projecten. En dat eigenlijk terwijl de urgentie sindsdien nog groter is geworden. En het ding is, we kunnen het ons gewoon niet veroorloven om de ene crisis aan te pakken terwijl we de andere aan het negeren zijn. Want waar technologische ontwikkelingen gelukkig een vaccin mogelijk kunnen maken om de pandemie te stoppen, is het helaas niet zo simpel met de klimaatcrisis en kunnen we dat niet op die manier oplossen. Nou, misschien herinneren jullie ook nog de klimaatconferentie en een van die buzzwords die ze daar hadden. Technology, innovation, the new solutions for the climate crisis. Dat werd ontzettend vaak genoemd toen ik in die tapijtenbeige hal zat. Maar wat mij echt heel erg opvalt, is dat in de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatcrisis, we nog altijd de focus te veel leggen op technologische ontwikkelingen. Van innovatieve gebouwen tot hydrobrandstofbronnen die we kunnen gebruiken. Het bouwen op innovatieve technologieën gaat zelfs zo ver dat klimaatveranderingsmodellen nu in hun verwachtingen voor de toekomst technologieën meenemen die nog niet eens bestaan. Negative emission technologies, die erop vertrouwen dat mijn generatie CO2 uit de lucht gaat pompen met technologieën die er nog helemaal niet zijn. En het probleem met de focus op technologie is dat het zich bezighoudt met het bestrijden van de symptomen van klimaatverandering in plaats van de oorzaken van de klimaatcrisis. Want zelfs als de technologieën waar we onze hoop voor de toekomst op vestigen werken, zonder bijkomstige schade, wat best wel een grote aanname is, dan nog hebben we diezelfde denkwijze als samenleving die in eerste instantie voor de klimaatcrisis heeft gezorgd. Het is dan ook die mentaliteit die moet veranderen. Een mentaliteit die uitgaat van oneindige groei in een wereld van eindige grondstoffen. De klimaatcrisis is dan ook voor het grootste gedeelte een crisis van mentaliteit en van onderwijs. En niet een crisis van wetenschap en technologie. En begrijp me vooral niet verkeerd. Ik juich het ontzettend toe als er morgen allerlei technologieën komen die ons kunnen helpen om duurzamer te leven. Dat is alleen iets wat ontzettend mooi zou zijn. Het enige punt dat ik heb is dat het helaas niet genoeg is om te focussen op innovatie en technologie. Dat we moeten focussen op hoe we met onze aarde omgaan, want daar ligt de wortel van het probleem. En als we geloven dat innovatie ons uit deze puinhoop gaat ontwikkelen, dan missen we misschien wel de belangrijkste les uit onze tijd. En dat is dat we een probleem niet gaan oplossen met dezelfde mentaliteit waarmee we dat probleem hebben gecreëerd. En daarom doet het mij dan ook echt meer dan goed om te zien dat we het deze week hebben over duurzaamheid in het onderwijs. Dat we het hebben over hoe we die mentaliteit kunnen veranderen. Hoe we een nieuwe generatie kunnen opleiden om verder te gaan met de probleemstukken van vandaag die getackled moeten worden. Een generatie die ook nog eens ontzettend dapper is in hun kwetsbaarheid en durft te laten zien dat ze geven over de wereld en waar we naartoe gaan. En weet je, voor mij persoonlijk gaat het over leren van fouten die we in het verleden hebben gemaakt. Die we hebben gemaakt in de tijd van 1990 met meer dan de helft van de uitstoot. Maar het gaat voor mij ook over, als ik het over onderwijs heb, over meer dan alleen de jonge generatie die het leert. Het gaat over oudere mensen, het gaat over de boomers en de zoomer generatie, de jongeren die nu op Zoom zitten. Ze moeten allebei daarin stappen maken en we hebben iedereen aan boord nodig om dat te kunnen doen. Ik wil afsluiten met een mooi citaat dat ik op het kartonnen bord van een jong meisje heb gezien die ook die dag in New York bij de klimaatmars meeliep. En op haar bord stond heel groot: we erven de aarde niet van onze voorouders, maar we lenen haar van onze kinderen. En ik geloof dat we met die mentaliteit vooruit moeten. Dus dat is persoonlijk wat ik altijd meeneem. Dank jullie wel. Dank je wel. Kan je ja, die microfoon meenemen? Kun je die microfoon meenemen? Yes, ja, thanks. Meenemen naar de weg. Ja. Dankjewel. Nou, Hajar, dat voelde ik wel, wat je zei. Veel om over na te denken, denk ik. Maar ook echt iets om mee aan de slag te gaan. En een start daarmee maak ik met Floris Boogaard. Lector, ruimtelijke transformaties en genomineerd voor duurzame lector van het jaar. Daar hebben we het later nog over. Ja. Floris, voelde jij dit ook? Ja, een fantastische beschrijving. Alsof je met die mars al meeloopt natuurlijk. En ik vond het ja, heel mooi. Alsof ik laarzen aan had en mee kon lopen. En dat massale wat je beschrijft, dat is echt fantastisch. Ja. Ja, het is heb ook je alweer wel eens gedemonstreerd? Ja, ik heb wel eens op het Malieveld gestaan. Inderdaad, ja. Voor klimaat natuurlijk. Ja, zeker. Ja, absoluut. En ook wel mooi massale, maar ook weer niet genoeg. Hè, wat je ook aangeeft. En dat we veel meer moeten doen. Ja. En dat is, daar kan je nog wel eens moedeloos van worden. Zeker als je
grijze heren hebt die allemaal dingen gaan vertellen. Dus ik vond het heel mooi, mooi verwoord. Ja, zeker. Absoluut. En heb jij ook een beetje die ambities dat je denkt van we moeten eigenlijk de mentaliteit veranderen, dat we echt de wortel van de problemen aanpakken? Juist omdat jij met klimaatadaptatie bezig bent natuurlijk, ja, in je werk. Klopt. Maar zie jij ook wel dat we echt de wortel van de problemen moeten aanpakken? Ja, ik denk klimaatadaptatie doe ik, mitigatie. Het is beide nodig. Klimaatadaptatie doen we omdat we eigenlijk al te laat zijn. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren. Dus wat dat betreft voel ik die noodzaak heel erg, absoluut. Ja. En doe je daar zelf ook wat aan? Wat wij doen, wat ik leuk vind als ik die mars hoor, wij doen climate cafés. Want ik geloof wel in, zoals er gezegd wordt, er wordt heel veel gepraat over innovaties en techniek. Mm-hmm. Ik ben een techneut, civiel technicus. Yeah. Dus ik geloofde toen ik afstudeerde dat het daar het antwoord lag. Yeah. Maar het ligt natuurlijk in gedragsverandering, feitelijk. Yeah. Het ligt eraan dat er is al zoveel. We maken één wat wij met studenten doen van alle opleidingen. Yeah. Door heel Nederland gaan wij climate cafés in. Gaan wij mappen wat er al is. Ook om te laten zien, het is er. Ook hoe het functioneert. Dus we zetten het onder water. We laten echt dat ze bekend raken met hoe zoiets werkt. En soms is dat heel simpel. En dat zijn soms hele kleine dingen. Maar het zijn zoveel kleine dingen dat het grootschalig wordt. Hè? Een soortje postzegels, wat groene ecolinten zijn door het stedelijk gebied. En dat ervaren. En dat studenten aan het einde van de week ook zelf beslissen. Dit kan ook ergens anders maken. Ontwerpen hoe het beter kan. Techniek is er al. Maar ook hoe je dat implementeert. Hoe je communiceert met bewoners. Want het komt in hun achtertuin te liggen. Dat vind ik erg mooi. En ook dat ze de competenties meekrijgen om een... want niet iedereen is een goede spreker als jij natuurlijk, dat ze daarmee ook echt fantastisch dat over kunnen brengen. Ja. En want zij zijn degene die in de volgende generaties onze troep moeten opruimen. Ja, want geloof je daar wel inderdaad echt het empower van de nieuwe studenten om te zorgen, jouw studenten ook, dat zij dit voort kunnen zetten? Ja, absoluut. Ja. En ik denk, we hebben echt wel hele mooie initiatieven. Laten we het zeker positief houden. Ja. Groningen provincie bijvoorbeeld heeft klimaatambassadeurs. Ja. Er zijn ook bij heel veel waterschappen en gemeenten zijn er echt wel jongeren aangesteld die... Ja. In het bestuur zitten. Mag je ook wel opmerken dat ze ook best wel wat meer vrijheid mogen krijgen en macht ook om echt dingen te veranderen. Eens. Maar er zijn heel veel mooie initiatieven, maar het moet nog wel echt verankerd worden in onze, in onze maatschappij. Ja, dat denk ik ook wel. En om het dan even terug te trekken ook nog naar verder de rol van onderwijs. Denk je dat onderwijs inderdaad echt een rol speelt in die groene reset? Maar in het algemeen zowel het mbo, hbo als wo. Zie je daar verschillende dingen? Ja, als je kijkt naar alle projecten, veel onderzoekers zitten hier ook bij, gaat het altijd over capacity building, dissemination. En ik denk dat het onderwijs echt natuurlijk, dat is de plek waar je het les moet geven. Want dit is niet een onderwerp als aardrijkskunde of wat dan ook. Dit is echt urgent. Dus het moet gewoon ook een vak worden. En mensen moeten daar ook echt mee aan de slag gaan en het ook begrijpen, want anders gaan ze er ook niks mee doen. En ze moeten het ook aan ouders uit kunnen leggen en ze moeten het ook hun kinderen uit kunnen leggen. Dus ik denk dat het onderwijs, dat je ook ziet wat gaat goed. Lessons learned hoorde ik ook. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want er zijn best wel steden die voorop lopen, waar we heel veel van kunnen leren. Waar we ook naar kunnen kijken. Sommige steden hebben natuurlijk dat echt wel hard moeten leren. Overstroming in Kopenhagen 2011 bijvoorbeeld. Ja. Zo'n bui. Maar die hebben daarna zich ontzettend resilient opgesteld en adaptief. En die hebben eigenlijk gewoon een hele stad hebben ze klimaatadaptief gemaakt. Ik noem nu één voorbeeld. In Nederland zijn er ook fantastische steden die het heel goed doen. Maar ik denk dat we zeker daarvan moeten leren. En als je dan kijkt, dan gaat het niet om de techniek, maar dan gaat het over die champions of change binnen de gemeente. Die de ruimte moet geven om dit ook te bewerkstelligen. Ja, zeker. Zeker. En denk je ook dat jouw studenten, als je nu denkt even aan je eigen studenten, zien zij ook zo'n groene reset wel zitten? Ik ken er een paar die echt waar een vonk is gaan. Waarvan ik zeker weet dat die echt mooie dingen gaan doen in de toekomst. Ja zeker. Ja, ik hoop het ook. Want dat is natuurlijk wat we met de groene paper hier bespreken. Is de groene reset. Hoe kunnen we dat vonkje misschien wel bij meer studenten aan laten gaan? Ja. Want Hajar is natuurlijk zelf ook student. En die staat hier gewoon zo te spreken. Dat is fantastisch. Dus dat is superleuk dat we dat allemaal meekrijgen. En ik hoop dat dat bij jullie thuis dus ook meer aan de hand is. Dus ik denk dat we daar allebei heel erg positief in staan. Nou, dan was dit dus het eerste gedeelte. En ik denk dat we met deze inspiratie op zak jullie straks graag terugzien bij de awardshow. Want we gaan daar horen wie de duurzame lector van het jaar wordt. Daar ben jij voor genomineerd. Dus dat is spannend. Dus daar gaan we straks als eerste mee aan tafel. En dat is georganiseerd ook vanuit het ISO en Science Guide met partner Studenten voor Morgen. We gaan ook nog kijken naar de Rachel Carson afstudeerprijs.
Dus dat wordt heel spannend. Dat is vanuit VVM. En dan hebben we ook nog als afsluiter de Sustainable 2021. Dus dat is de duurzaamheidsranking van het hoger onderwijs van de studenten voor morgen. En daar gaan we het hebben over ook de groene reset. En uiteindelijk de bekendmaking van de Sustainable 2021. Daar eindigen we mee. Dus blijf vooral kijken. Maar voor nu, neem even een kleine snelle koffiepauze. Om 2 uur zien we jullie graag weer terug. In dezelfde WebEx meeting. Dus jullie kunnen gewoon hierin blijven. En welkom straks bij het vervolg van de Groene Paper. Welkom bij de awardshow van de Groene Paper. Leuk dat je meekijkt naar deze, ik denk wel spannende awardshow. Want namelijk binnen minder dan 2 uur zullen we weten wie de duurzame lector van het jaar is, wie de Rachel Carson afstudeerprijs heeft gewonnen en hoe de Sustainable Ranking van 2021 eruit ziet. Nou, voor de mensen die net niet bij de keynote waren, zeker het waard om terug te kijken. Maar ik ben Nikki Tripp, ik ben student en ook voorzitter van Student voor Morgen en vandaag de host van de Groene Paper Live. We beginnen deze heuse awardshow met de duurzame lector van het jaar. De lector van het jaarverkiezing wordt al jaren georganiseerd door het Interstedelijk Studentenoverleg en Science Guide. En elk jaar zoekt ze daar een partner bij die dan past bij het thema van het jaar. Dit jaar is het thema duurzaamheid en mocht dus Student voor Morgen aansluiten als partnerorganisatie. En dat betekent ook dat ik namens Student voor Morgen mocht aansluiten bij de jury en hem zelfs mocht voorzitten. En met die jury zijn we tot een top 3 gekomen van lectoren die heel erg aan elkaar gewaagd zijn wanneer het aankomt op de titel Duurzame Lector van het Jaar en alle 3 heel erg mooi werk doen. Nou, over dat werk vertellen is wel uitgebreid in de verdiepende sessie afgelopen dinsdag, dus mocht je die willen terugzien, houd dan de Groene Paper website in de gaten, daar komen ze half juni op. En maar anders dan afgelopen dinsdag zit ze eigenlijk nu in levende lijve mij in de studio. Dus dat is super fijn. Ik ga ze even aan jullie voorstellen. Eerst Patrick Huntjes, werkt als lector bij de Hogeschool in Holland en als hoogleraar bij Maastricht Sustainability Institute aan de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. Dan heb ik Floris Bogaert. Werkt onder andere als lector bij de Hanse Hogeschool Groningen. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid werkt hij aan aanpassingen van het stedelijk gebied aan effecten van het veranderende klimaat. En ik heb ook Mieke Oostra bij me. En zij is lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Mieke is ervan overtuigd dat de transitie naar duurzaamheid alleen mogelijk is als bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. En als laatste, draaien we nog 1 keer even om, hebben we ook in de student Leon van der Neut. En Leon zit in het bestuur van het Interstedelijk Studentenoverleg. Ik ga vanaf nu gewoon zeggen het ISO. En hij is verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid, internationalisering en studentenparticipatie. Nou, we komen straks bij jou terug, maar eerst ga ik nog even in gesprek met de lectoren. En ik denk maar goed om te beginnen dat we het gaan hebben over hoe jullie duurzaamheid vormgeven in jullie les. En dan Patrick, hoe doe je dat? Wat doe jij met duurzaamheid? Ja, ten eerste hartelijk dank voor de uitnodiging en een hele eer om samen met de 2 andere genomineerden op het podium te staan. Ik vind duurzaamheid de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dus ik vind het ook heel inspirerend om daar met jonge mensen aan te werken, in dit geval in het hbo-onderwijs. Ik zie het hbo eigenlijk als een broedplaats van jonge mensen die eigenlijk met frisse en nieuwe creatieve ideeën komen. Voor mij is het heel mooi om samen met die studenten in de praktijk, samen met werkveldpartners, om complexe maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Mijn lectoraat gaat over sociale innovatie en maatschappelijke innovatie. En dat betekent eigenlijk dat we als maatschappij een koerswijziging moeten maken richting een duurzame, maar ook vooral een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Mm-hmm. Want we willen allemaal natuurlijk op een gezonde planeet wonen, in de toekomst ook. Het liefst wel. En dan moeten we nu hard aan het werk, hard aan de bak, om daar werk van te maken. En de jonge generatie is wat dat betreft cruciaal en het onderwijs heeft daar een hele belangrijke rol in te spelen. Ja, en Mieke, zie jij dat ook zo? Neem je echt je studenten daarin mee in deze verandering? Ja, en je weet ook, die verandering gaat heel snel. Ja. Dus de kunst is om niets neer te zetten, wat ook nog geldig is op het moment dat zij een diploma hebben en de deur uitlopen. Dus wat we doen is in de vorm van projecten contexten creëren, waar zij alvast die duurzame maatschappij van dan, hè, op het moment dat ze naar buiten gaan, kunnen ervaren om te leren van wat het is om daar als professional in te acteren. Ja. En die setting willen we weer neerzetten en die ervaring willen we dus meegeven. Dus eigenlijk future-proof proef jij je lessen? Ja, dat is de ambitie. Ja. Dat is altijd dan kijken of dat dan ook zo uitpakt. Ja. En wat ik heel hoopgevend vind, is van mijn generatie, waar wel een aantal mensen zeg maar, die daarmee bezig waren, maar ik zie dat
gewoon het commitment dat jullie generatie heeft aan dit onderwerp. Ik vind dat zo hartverwarmend. Daar krijg ik soms echt kippenvel van, of tranen in mijn ogen. Gewoon omdat ik zie die olievlekwerking. Ja. En dat jullie dat echt omarmen en daarom geven. En daarom, wat net ook gezegd werd in de keynote, hè, van Your generation is too emotional about this topic. Ja. Juist daarom, die drive zit bij jullie heel diep. Ja. En dat hebben we nodig om die omslag te maken. Want het is niet zomaar een verandering waar we voor staan. Nee. Alles gaat over de kop. Ja. Alles gaat veranderen. Ja, spannend, maar... Heel spannend. Ja, ja. Want alle fundamenten van onze huidige westerse maatschappij moeten om... Ja, en fijn dat je ons daarin meeneemt. Ik ben benieuwd of hoe jouw studenten daaruit komen en of die inderdaad helemaal future-proof zijn en ook kunnen bijdragen aan die veranderingen. En Floris, hoe geef jij duurzaamheid vorm in jouw onderwijs? Ja, in het onderwijs... in Noord-Rijn, waar ik werk. Ik werk daarnaast ook bij Deltares en Global Center of Adaptation. Dus bij mij gaat het ook om internationalisering. Dus feitelijk neem ik, behalve dat we in Nederland heel veel klimaatcafés organiseren, waarbij we naar buiten gaan en leren wat er al is, ook hoe het functioneert. Dat het heel speels wordt. Ook naar het buitenland. Dus we gaan ook naar de Filipijnen, we gaan ook naar Indonesië of naar Peru. Om te laten zien wat ons misschien nog te wachten staat. Want het kan altijd erger. Dus. En met name hun ook een stem geven. Nou, ik noemde het net al even. Dus het gaat niet alleen om de techniek. Maar het gaat ook over de competenties. Dat je je verhaal kan vertellen. Dat je zelf goed weet waar het over gaat. En ook dat aan je kinderen kan vertellen. En je ouders. Ja. Zeker, ja, supermooi. Ik denk dat jullie ambities, ook al verwoorden jullie het allemaal anders, denk ik best wel dicht bij elkaar liggen. En daarom zijn jullie denk ik ook alle drie genomineerd voor de titel Duurzame Lector van het jaar. Want Patrick, vind jij jezelf een duurzame lector? Zou je jezelf die titel wel geven? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben al 20 jaar bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Ik heb heel veel in het buitenland gewerkt. En ik ben nog steeds, eerst ben ik begonnen als ecoloog. En heel veel aan water- en klimaatadaptatie gewerkt. Mm-hmm. En ik kwam eigenlijk steeds meer tot de overtuiging van we moeten eigenlijk een volledige koerswijziging gaan maken van onze samenleving. Om een toekomst te hebben op deze planeet. En dat heeft te maken met onze eigen keuzes. En ik was heel erg gefrustreerd dat de politiek de verantwoordelijkheid op de schutting gooit bij de burger. En dat zij zelf maar keuzes moeten maken. En heel veel begint natuurlijk ook bij jezelf als burger, in je persoonlijke keuzes. Maar we zitten ook met z'n allen in een systeem die op ramkoers ligt met een duurzame toekomst. En dat heeft te maken met politieke keuzes. We zijn allemaal onderdeel van het systeem. En dat systeem, we hebben echt systeemverandering nodig op heel veel vlakken. Het gaat over het energiesysteem, over voedsel, over water. De transitie van de lineaire naar een circulaire economie is heel belangrijk. Want anders gaan we het niet redden. Maar dat vergt inderdaad ook wat Mieke zegt. Dat gaat echt naar de fundamenten van onze samenleving, de waarden die we hebben. En dat zijn waarden die nu eigenlijk heel erg gericht zijn op individualisme, op korte termijn winst. En we moeten eigenlijk weer terug naar de waarden die we ook als mensen in ons hebben. En dat is solidariteit en samenhang en rentmeesterschap voor onze sociale en natuurlijke leefomgeving. Ja, dat klinkt wel als een duurzame lector. En Floris, ben jij ook een duurzame lector? Ik kan nee zeggen, maar ik denk het wel. Want, alles wat ik doe gaat om duurzaamheid. Van zonnepanelen op mijn eigen dak tot aan het onderwijs wat je geeft. Dus ik denk het wel. Ja, ik zie ook geen andere manier, eerlijk gezegd. Dus, nee. Ja. Nee, want Mieke, zou elke lector eigenlijk ook een duurzame lector moeten zijn? Ja, want duurzaamheid is niet een vakje wat je er even bij doet. Nee. Het is iets wat overal in het onderdeel van zou moeten zijn. Ja. En dat is iets fundamenteels verschillend van de situatie waar we vandaan komen. Ja, en probeer je dat ook een beetje bij je collega's... Dat ze ook een beetje duurzame lector worden? Nou ja, om voorbeeld te geven. Bedoeld, sinds ik bij de HU werk, bij de Hogeschool Utrecht in 2018, ben ik gaan kijken van waar zijn die andere lectoraten nou precies mee bezig? En hebben ze ook niet een likje naar die duurzame, inclusieve energietransitie? En ik ben plannen aan het maken om dat veel meer bij elkaar te brengen. Ja. Dus daar hebben we ook subsidie voor aangevraagd. Dus ik hoop heel erg dat we die krijgen. Zodat we het veel meer met elkaar kunnen opluinen. Niet alleen voor onderzoek, maar ook voor onderwijs. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk hoop ik dat iedereen inderdaad stiekem ook een beetje een duurzame lector in ieder geval in zich heeft. En dat ook met hulp van jullie dan ook met collega's naar buiten kan brengen. Ja. Want ben je ook een duurzame lector thuis? Ja. Ja? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het heel lastig om dat
een sticker op mijn eigen voorhoofd te plakken. Snap ik. Want er zijn altijd dingen die je doet die niet duurzaam zijn. En dat zie ik ook heel erg, dat studenten daarmee worstelen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die, als je ze college geeft over ook de impact van de grondstoffen. Wat dat mogelijk allemaal kan betekenen. Zij zien natuurlijk ook 1 en 1 is 2. Ja. Dus je ziet sommige studenten zijn bang dat het oorlog wordt daarom. Ja. Of anderen hebben zoiets van, ik wil een zero imprint op de wereld. Maar die komen erachter dat dus niet kan. En die raken daardoor depressief of in tranen. Ja. Maar dat is niet waar het om gaat. Ja. Hè? Om daar dan bij de pakken neer te gaan zitten. Het gaat om een collectieve gedragsverandering. Mm-hmm. En samen systemen bouwen. Waardoor we inderdaad inherent duurzaam worden. En dan ga je elkaar ook, je moet elkaar ook in steunen en in helpen. Ja. En dat is ook wat ik heel erg bij jullie generatie zie. Dat ze elkaar als het ware een beetje bij de les houden. Mm-hmm. Dus dat je jezelf inderdaad moet verantwoorden als je een keer in dat vliegtuig stapt. Hè, ja. Had dat echt niet anders kunnen, moet je daar echt wel heen. Ja. Dat je dat voelt. Ja. En dat je er bewust voor kiest om geen of minder vlees te eten en dat soort zaken. Ik bedoel, ik vind het al zo mega stap voorwaarts ten opzichte van mijn generatie. Dat ik denk, wauw, denk ik dan. Ja, mooi, mooi. Ja, en Patrick, neem je ook duurzame dingen van je werk mee naar huis en ook misschien wel andersom? Absoluut. Ja, het begint bij je eigen kinderen natuurlijk. Hè. Ja. Ik spreek met hun over de toestand van onze planeet en ik maak ze heel erg bewust van natuur. En wij hebben ook geluk dat we midden in een Natura 2000 gebied wonen in Duitsland, in de Ooijpolder. Mm-hmm. Maar mijn kinderen die houden mij een spiegel voor. Hè. Dus mijn oudste zoon die wilde vegetarisch worden. Dus wij eten tegenwoordig nog maar 1 keer per week vlees bijvoorbeeld. En we hebben op dit moment een groot plan om onze school, we hebben een oude school gekocht, om dat te renoveren. En in Duitsland ziet de energietransitie er heel anders uit dan in Nederland, want zij pakken als tussenstap nog dat ze op gas overgaan, omdat dat per definitie iets duurzamer is dan olie. Alleen ik vind dat een principiële keuze, want ik wil geen fossiele energie meer in mijn huis hebben. Terwijl alle subsidie in Duitsland wel naar een gasinstallatie gaat. Dus ik sta op het punt van, dit gaan we gewoon niet doen. Fossiele energie is gewoon taboe. Mm-hmm. We hebben deze week het einde van het olietijdperk ingeluid. Met een historische rechtszaak naar Urgenda al. En ik vind ook dat je daar individueel zoveel mogelijk ruimte aan moet geven. Of dat je daar principiële keuzes in kan maken. Yeah. Maar dat vergt, wat ik net zei, ook van, het moet ook betaalbaar worden voor alle mensen in de samenleving. Om die keuzes te kunnen maken. En dat is een heel belangrijk rechtvaardigheidsvraag. Ja, snap ik, zeker. En Floris, ben jij dan inderdaad veel bezig met duurzaamheid ook thuis? Of ben je ook heel veel bezig met adaptatie thuis? Dus heb jij ook een waddy in je achtertuin, of dat niet? Ja. Die heb ik. Ja, dus zonnepanelen, dus mitigatie, regenton, wadi. Ja, klinkt natuurlijk mooi. Druppel op de groeiende plaat. En wat dat betreft kunnen we ook wel meer doen hoor. Bedenk ik zelf. Bij ons is het wel het gesprek van de dag. Dus ja. Adaptatie en mitigatie. Zo'n Finn nu 15 jaar, die krijgt het wel flink mee. En ziet natuurlijk de wadi ook liggen en de regenton en dergelijke. Dus het is goed om daar heel vroeg mee te beginnen wat dat betreft. En ook in je eigen omgeving om dat ook te kunnen etaleren. Ja. Maar ik besef me ook wel als ik zeg, we vliegen met studenten naar de Filipijnen, dat daar nog wel een compensatie aan mag komen. Dus, ja. Ja, dat is wel, inderdaad. En wij hadden het net natuurlijk ook na de keynote al even over de groene reset. En dat gaat natuurlijk eigenlijk over corona en dat alles stil heeft gelegen afgelopen jaar. Want kon jij nog wel de echte duurzame lector zijn afgelopen jaar? Ja, ik bespreek dat ook met mijn onderzoeksgroep. Hè, van wat kunnen we doen? Corona, een hele onprettige situatie natuurlijk. Maar het heeft ons ook wel heel veel gebracht. We hebben heel veel klimaatcafés. We vlogen naar de Filipijnen om daar klimaatcafés te doen. We hebben het nu helemaal digitaal gedaan. Mm-hmm. En we hebben daardoor een veel grotere impact gehad ook. Hè. Dingen worden opgenomen, net zoals dit. Je kan het terugzien op je eigen tijd. Je hebt wat minder last van tijdverschil. Dus ik denk wel dat we ook best wel positieve punten eruit mogen halen die we vasthouden. En dan gaat het met name om dat we een grotere impact kunnen krijgen hiermee. Dus zeker. En Patrick, kon jij een echte duurzame lector zijn afgelopen jaar? Ik denk het wel, maar vooral als je dat meer vanuit een politiek niveau gaat bekijken. Mm-hmm. De corona is eigenlijk in potentie het nieuwe kantelpunt richting een duurzame samenleving. En mijn optiek. Daar heb je als lector ook een rol in om dat ook met je studenten en met je werkveldpartners te bespreken.
En op dit moment zien we helaas dat de investeringen om de coronacrisis uit te komen, bij lange na niet groen zijn. Nog sterker, er is net een Oxford Universiteitsstudie naar buiten gekomen. En dan blijkt dat Nederland onderaan bungelt qua investeringen en groene investeringen om de coronacrisis uit te komen. En dat is een enorme gemiste kans. Dus ik vind wij dat je als lector of hoogleraar of welke rol je ook hebt in de samenleving, om daar reuring aan te geven, dat het eigenlijk gewoon een enorme gemiste kans is. Ja. En in die zin zie ik de coronatijd wel als een window of opportunity om iedereen eens goed wakker te schudden van luister eens, dit gaat niet de goede kant op. Zelfs corona is ook natuurlijk een fenomeen wat deels versterkt is door onbeperkt verkeer van mensen en goederen wereldwijd. Ja. En dat zijn gewoon toch systeemvraagstukken die niet houdbaar zijn. Ja. En daar hebben wij als rol, als lector toch wel een rol om daar bewustwording in te creëren en daar samen met de studenten aan te werken. Ja, en Mieke, zag jij het ook als een window of opportunity? Heb je het ook aangegrepen, ook met je studenten, om te denken van laten we dit ook gebruiken als katalysator voor verandering? Nou ja, natuurlijk doe je dat, maar zo begin je natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, je begint eigenlijk met een grote frustratie, hè, dat bepaalde dingen niet meer kunnen. En ik ben niet gebouwd om de hele dagen achter die laptop te zitten en van daaruit alles te moeten doen. Dus de eerste week al weet ik nog heel goed dat ik echt om 5 uur dan de neiging had om alles het raam uit te gooien. Ja. Dus dan even een rondje fietsen, dan ging het wel weer. Maar wat natuurlijk wel gebleken is, dat je veel meer dingen digitaal kan doen dan je ooit voor mogelijk had gehad. Zeker. Dat hebben natuurlijk heel veel mensen ervaren en dat hebben wij ook ervaren. Dus je ziet ook dat in het kader van de energietransities, dat woningopnames, dat je dat ook, ook heel goed digitaal deels kan doen. Dus, dat gebeurt nu ook. En dat scheelt gewoon ook weer tijd. Dus dat gaan we ook straks blijven gebruiken. Ook al zouden we straks alles weer kunnen. Ja. Dus dat is natuurlijk heel mooi. En deze crisis was natuurlijk niet leuk. Maar van de andere kant weten we uit transitiemanagement weten we ook. Mm-hmm. Dat voor een omslag heb je 25% van de bevolking nodig. En we zitten op 20%. En elke crisis komt er weer 20 à 10% van de bevolking bij. Ja. Dus we zitten heel dicht bij dat tipping point. Dus of met deze crisis of met de volgende die als backlash van de coronacrisis die we toch zullen ervaren, gaan we daar komen. Ja. Dus ik ben heel hoopvol. Ik bedoel, dat is heel moeilijk te sturen allemaal. Het zal heus allemaal niet gaan zoals we precies zouden willen. Maar dat we gaan veranderen, dat ontkomen we niet aan. Zeker. Mooi. Dan nog heel kort. Hebben we allemaal zin om volgend jaar weer met studenten echt aan de slag te kunnen? Ja. Ja? 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 In de praktijk, met de voeten in de klei. Ja? Letterlijk? Gaan we lekker samen doen. Ja? Ja? Ja, en ook die kleine gesprekjes vooraf en achteraf. En die mis je natuurlijk heel erg. Ja, snap ik. Nou, ik kijk er naar uit om te horen dat jullie straks weer gewoon echt met studenten aan de slag kunnen. Ik vind dat een heel mooi vooruitzicht. Helemaal dat die duurzame lectoren dat straks weer met studenten kunnen doen. Dat is heel goed. Hopelijk kunnen jullie ook helpen bij die groene reset. We hebben nu dus van de lectoren gehoord. En nu ga ik het woord geven aan Leon van het ISO. Om te vertellen wat de jury dan van deze lectoren vond. Ja, hartelijk dank, Nicky. Nou, allereerst kijk ik natuurlijk ook reikhalzend uit naar het perspectief dat we weer met jullie in de klas aan de gang kunnen, want dat is ook uiteindelijk waar wij het voor doen. Wij willen ook niet alleen maar achter ons schermpje zitten. Dus dat allereerst gezegd. Maar ik zit hier natuurlijk niet alleen namens mezelf. Ik zit hier namens de gehele jury. En de jury bestond dit jaar uit Nicky, zoals we al hebben gezegd, maar ook uit Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein, en Frans van Heest als hoofdredacteur van Science Guide, en mijzelf. En ik mag hier nu het woord doen namens hen. Als jury hebben we gekeken naar 3 elementen in jullie voordracht. Allereerst de inhoudelijke bijdrage die jullie allemaal leveren aan de verduurzaming van het onderwijs, maar ook daarbuiten. Als tweede punt hebben we gekeken naar de verbindingen die jullie leggen tussen het onderwijs en de maatschappelijke partners in het werkveld. Wat jullie daarmee doen. En dan als derde punt hebben we gekeken naar de mate waarin studenten actief betrokken zijn in hetgeen wat jullie doen. En met de partners waarmee jullie werken. Goed. Het rest mij ook niet om mijn dank uit te spreken aan iedereen die hiervoor een nominatie heeft ingezonden. Want
Ze waren allemaal van hoge kwaliteit, dat hebben we mogen zien. Zeker. Maar we zitten hier met 3 lectoren die enorm aan elkaar gewaagd zijn. Mm-hmm. En net even erbovenuit kwamen, maar ja, het bleef toch heel moeilijk. Goed. Laat ik beginnen bij Mieke. Mieke, de jury bewondert echt enorm hoe je met tal van bedrijven samenwerkt en innovaties in het onderwijs hiermee ook stimuleert. De jury ziet je als een verbinder tussen de kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers om gezamenlijk tot oplossing te komen voor de duurzaamheidsvraagstukken die jullie aanpakken. Ook bewondert de jury enorm je betrokkenheid bij het onderwijs. Je bent actief in een curriculumcommissie. En dit ziet de jury als een enorm grote toegevoegde waarde. Nou ja, en tot slot ben je ook nog eens enorm betrokken en actief in het ontwikkelen van de derde cyclus op de Hogeschool Utrecht. En daarmee bevind je je uiteindelijk op het uiterste puntje van dat snijvlak tussen onderwijs en onderzoek. Nou ja, dat zien we als iets erg waardevols. Dan draai ik mijn blaadje even om. Dan ga ik naar Floris. Je zoekt continu plekken en je creëert plekken om te experimenteren. Ah, en dat ziet de jury als iets heel moois. Uiteindelijk ben je een proeftuincampus gestart waarmee je maatschappelijke partners naar de campus haalt om nieuwe ideeën rondom duurzaamheid op te zetten. En het experimentele aspect komt ook heel erg in je onderzoek terug. Daarmee sta je dus eigenlijk letterlijk met je voeten in de klei, want je laat velden en wadi's onderlopen. We vinden het heel mooi dat je daar ook de studenten neerzet. Die studenten staan ook met de voeten in de klei en daarmee inspireer je hen ook. En daarnaast een onuitputbare fascinatie voor de ruimtelijke omgeving zien we terug in jou. Die ook uitstraalt op studenten, wat we ook erg waarderen. En je bent natuurlijk de lector, eigenlijk de internationale lector hier. Je maakt een grote internationale impact met de climate cafés die je doet. En we zien dat studenten daarin als gelijken worden betrokken. En dat zien we als iets heel erg moois. Dan, als laatste, Patrick. Die heb ik ook hier. Allereerst vindt de jury het onderwerp wat je aansnijdt heel erg mooi. Het onderwerp is een veelal onderbelicht onderwerp, namelijk de sociale innovaties die je nodig hebt om duurzaamheid te bereiken. Uiteindelijk, zonder die sociale innovaties zullen we uiteindelijk nooit duurzaamheid kennen. Daarnaast zien we je als een gevestigde naam binnen de hogeschool, regio, maar ook kennisgemeenschap. Je hebt vele initiatieven opgezet die geïntegreerd zijn met het onderwijs, zoals het onderzoek naar de Sluisbuurt in Amsterdam. En ook binnen je hogeschool weet je mensen bij elkaar te brengen en rondom het thema van circulaire economie en daarin een kartrekker te zijn. En dat ziet de jury, dat bewondert de jury erg. Ook met deze vele bewezen diensten en de huidige initiatieven zien we jou als een veelzijdige lector die een complex onderwerp heel goed vorm mee te geven in de werkgroepen die je doet en de opdrachten voor studenten die je maakt en de initiatieven die je opzet. Goed. Maar ja. Hier ben ik ze alle 3 maar even langs gegaan. Ja, eigenlijk is nu de grote vraag. Leon, ja. Wil jij het zeggen? Wie is het geworden? Wie is de duurzame lector van dit jaar? Met nog even een aanloopje. We hebben uiteindelijk een lector gekozen waarvan we zien dat die studenten in de driver's seat zet. Studenten krijgen het vertrouwen van deze lector en uiteindelijk vult deze lector de student aan met een scherpe, kritische blik die gepast is en die nog steeds deze rol van de student intact houdt. Ik zou graag even een klein stukje van een van de testimonials van de studenten voorlezen. Hij gaf me altijd het eerste woord. Hij nam alles op wat ik hem vertelde en ging na mijn verhaal verder. De details die bij mij over het hoofd gevlogen waren, kwamen bij hem wel naar voren en de creativiteit die ik meebracht, gaf hem weer energie. De jury bewondert de persoonlijke rol die de lector speelt in het begeleiden en het inspireren van studenten. En uiteindelijk hebben we uitgeroepen tot lector van het jaar 2021, Patrick Huntjens.
Dankjewel. We kunnen hem even niet echt overhandigen. Dat gebeurt straks, krijg je hem zeker mee. Maar je bent het geworden. Gefeliciteerd. Fantastisch. Hartelijk dank. Ziet niet op, jongens. Dat is een enorme eer. Ik voel me heel veel, ja, ook met dank aan mijn in Holland collega's die mij voorgedragen hebben, uiteraard. En ook dankzij de samenwerking met studenten en de werkveldpartners. Ja. Dus ik kan alleen maar dank uitspreken aan heel veel mensen en aan de jury voor deze moeilijke beslissing. Met ja. twee andere hele goede kandidaten waar ik in de toekomst heel graag mee ga samenwerken. Maar natuurlijk, we zijn hartstikke blij om je uit te roepen. Ja. Zeker. Dan was dit eigenlijk dit onderdeel. Dus dank lectoren, dank Leon. Fijn dat jullie er waren, fijn dat jullie bij mij aan de tafeltjes zaten. En dus gefeliciteerd Patrick. En voordat hier straks nieuwe tafelgasten bij mij verschijnen, want die verschijnen hier zomaar, geven jullie een terugblik naar hoe de Groene Paper, of eigenlijk toen nog de NDDHO, eruit zag voordat alles digitaal ging. Dus tot zo en dan terug live, wel digitaal. Ja. Yeah. Duurzaamheid is een beetje voor mij het verschil van transitie waar we heen gaan. Dus een andere samenleving. We gaan van een eigenlijk hele individuele samenleving hopelijk naar een samenleving die iets meer gedeeld is. Kunnen jullie zelf even lopen? En een beetje opzoeken, jongens. Heb je vaak op de druk hier? Als je over duurzaamheid praat, je krijgt natuurlijk heel veel energie van. Het is een heel mooi onderwerp, maar het is altijd wel heel belangrijk om het praktisch te houden. Dan zou ik gaan voor de makkelijkste en de meest consequente manier om je klimaatimpact te verlagen. Even wachten. En dat is met je mes en je vork. Dus kies voor minder vlees, minder zuivel, minder ei. En kies vaker voor vleesvervangers, pulvruchten. Tofu of TU Eindhoven met Zolt. Zo, ik ben weer terug en ik heb ook nieuwe tafelgasten. Namelijk bij mij aangeschoten zijn de gasten voor de Rachel Carson Afstudeerprijs. En sommige van jullie hebben ze misschien al gezien in een verdiepende sessie afgelopen woensdag met de kandidaten voor de titel Duurzame Afstudeerder HBO en WO. Nou, die kun je dus ook later terugzien. Ik zal even mijn microfoontje goed doen. Ja. Even kijken. En ik ga ze aan jullie voorstellen. We hebben hier Rachel Heijnen. Zij is directeur van het netwerk van milieuprofessionals, namelijk VVM. Daarnaast is ze gemeenteraadslid GroenLinks in Utrecht en draagt ze met haar werk bij een gezonde duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Supermooi. En om straks meer te horen over de genomineerden en wat de jury hiervan vond, hebben we hier de voorzitter van de Rachel Carson Afstudeerprijs jury, namelijk Leendert van Bree. Leendert van Bree is internationaal expert op het gebied van beleidsanalyses over de kwaliteit van milieu en leefomgeving. En hij bekleedt diverse functies op het grensvlak van wetenschap, beleid en samenleving. En Rachel, jij wilde beginnen met een introductie voor de afstudeerprijs, dus graag. Ja, dankjewel. De VVM, het netwerk van milieuprofessionals, die reikt jaarlijks deze Rachel Carson afstudeerprijs uit. Deze prijs is vernoemd naar Rachel Carson en zij schreef in 1962 het boek Silent Spring. Het is volgens mij het eerste boek waar milieuthematiek echt naar voren wordt gebracht. En de titel, Silent Spring, verwijst naar de lente die helemaal stil is omdat alle vogels gestorven zijn door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dus dat is een iets minder vrolijk tintje aan deze toch hele vrolijke middag.
De Rachel Carson Scriptieprijs is een initiatief van de VVM samen met studieverenigingen. We reiken deze prijs echt al heel wat jaren uit. Eerlijk gezegd weet ik gewoon niet meer hoeveel jaar, maar echt al best wel veel. En met deze prijs willen wij bereiken dat het werk dat studenten doen aan hogescholen en universiteiten beter bekend wordt in het werkveld. Dus daarom hadden we ook afgelopen woensdag een sessie waarin de 6 genomineerden hun werk konden presenteren. En hadden wij bij iedere scriptie iemand uit het werkveld erbij gehaald die de scriptie had gelezen, reflecteerde, vragen stelde, kort gesprek voerde. Nou, dat was echt een buitengewoon interessante sessie. Ik raad jullie aan die echt nog een keertje terug te kijken. We hadden dit jaar 29 inzendingen. 22 WO-scripties en 6 HBO-scripties. En in totaal waren dat 6 genomineerden. 3 HBO en 3 WO. En verder zeg ik niks meer. Ik geef het woord aan Leendert van Bree, de voorzitter van de jury. Dankjewel, Rachel. Dankjewel, Nikki. Zeker. Ja, altijd weer een spannend moment, hè? De bekendmaking van zo'n juryrapport en dan natuurlijk de bekendmaking van de winnaars. Nou, gaat u er maar even voor zitten, genomineerden en toeschouwers, toehoorders. Ik ga even eerst wat algemeen zeggen over de indruk van de jury. De jury was dit jaar echt aangenaam verrast door het niveau van de scripties. Het waren allemaal sterke scripties over relevante en actuele onderwerpen. De onderwerpen waren ook zeer divers en reikten soms verder dan het eigen werkveld van menig jurylid. Dus de jury werd dit jaar ook flink uitgedaagd. Niet alleen intellectueel, maar ook door het allemaal door te lezen. De jury heeft verder oog gehad dit jaar voor het feit dat scripties maken in tijden van corona en de bijbehorende maatregelen echt iets anders is dan voorheen. Met dit in het achterhoofd is de jury niettemin aangenaam verrast door de kwaliteit van de scripties die hiervoor lagen. Al met al was het voor de jury, en zeker ook voor de voorselectiecommissie, weer een interessante en intensieve klus om heel veel verschillende scripties met elkaar te vergelijken en daar dan de allerbeste uit te kiezen. En gelukkig, de jury heeft een keuze kunnen maken. En daarom zijn we blij dat we hier zitten vanmiddag. Ik ga eerst even naar de HBO-scripties. En bij de HBO-scripties moet u weten dat HBO-scripties moeten een hoge score hebben op toepasbaarheid en relevantie. Dat heeft zwaar gewogen in het oordeel. Daarnaast is de toegankelijkheid van de scriptie natuurlijk ook heel belangrijk. De eerste genomineerde, Max-Julian Gerlach. Zijn titel is Life Cycle Assessment of Power to Hydrogen, a Comparison of Scenarios for Renewable Hydrogen Production by Water Electrolysis. Een heel relevant onderwerp, zo vond de jury. Hoe gaan we energie opwekken en opslaan? Het onderwerp is weliswaar niet heel erg nieuw. Hoewel de jury kritisch was op het gebruik van life cycle assessments, vond de jury het te waarderen om dit instrument in dit stadium van het onderzoek al te gebruiken. Waarbij de auteur zelf ook wel de beperkingen van deze techniek kenbaar maakte. De jury vond het ook dapper van de auteur dat hij is doorgegaan met het onderwerp, ondanks de zeer beperkte hoeveelheid bruikbare data. Uit de scriptie blijkt dat Max erg goed snapt waar hij mee bezig is geweest. De scriptie scoort naast wetenschappelijkheid ook hoog op toepasbaarheid. De scriptie was bovendien toegankelijk opgesteld met heel duidelijke figuren. En wat verder opviel was het goede onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. En dat maakt het werk prettig leesbaar. Altijd heel erg interessant voor een jury om dat zo te waarderen. De tweede genomineerde, of genomineerden moet ik eigenlijk zeggen, dat zijn Elske Koelma en Anouk Meijer. En de titel van hun thesis is Sustainable Management of the Marine Ecosystem Through a Marine Spatial Planning Serious Game. De jury vond dit een heel origineel en maatschappelijk relevant onderzoek. Maar gezien de titel had men wel ook een echt een serious game verwacht. Maar de scriptie bleef slechts beperkt tot een plan. De scriptie scoorde hoog op relevantie, maar wat lager op wetenschappelijkheid en opbouw. De jury had de indruk dat dit ook echt een voorbeeld is van een scriptie die te lijden heeft gehad onder corona. Daar stond tegenover dat de studenten met z'n tweeën waren
zodat de verwachtingen ook wel weer wat hoger waren gesteld. Dan de derde genomineerde, Mauritia Poel. Haar scriptie luidt Making Circularity in the Infrastructure Projects Measurable. Deze studie is zeer relevant voor de dagelijkse praktijk. De sector bouw heeft namelijk echt een gebruiksvriendelijk model nodig voor de beoordeling van circulariteit. Omdat het een verdieping is van het huidige werkveld, scoorde de scriptie wat lager op originaliteit. Op wetenschappelijk gebied scoorde de scriptie ook wat lager. De scriptie heeft echter een heel goed inleidend hoofdstuk, maar de conclusie valt wat tegen en het onderzoek had ook wel wat verscherping kunnen gebruiken. De jury vroeg zich ook af in hoeverre de gebruikte methode gedeeld kan worden met anderen, voor bijvoorbeeld vergelijkingsonderzoek. De toepasbaarheid valt daarom ook wel tegen. Wel werd opgemerkt dat de scriptie overtuigend was. Nou, u merkt het al, alle drie mooie scripties, maar wie is nou de winnaar? Nou, hier gaat hij dan. Het eindoordeel van de jury over de hbo-scripties is dat Max-Julian Gerlach in zijn scriptie beschrijft het energieonderwerp als een zeer relevant onderwerp en de toepasbaarheid en toegankelijkheid van de scriptie is hoog. Evenals de wetenschappelijkheid. Als winnaar van de Rachel Carson HBO Afstudeerprijs 2021 wijst de jury daarom aan Max-Julian Gerlach. En een klein applausje natuurlijk voor Max. Dan de genomineerden uit het wetenschappelijk onderzoek, de WO-scripties. En ja, iedereen begrijpt dat WO-scripties die moeten vooral scoren op originaliteit en wetenschappelijkheid. Dat heeft zwaarder gewogen dan bij de hbo-scripties. Nou, ook weer hier drie genomineerden. En de eerste is Mirre Berghoff. En Mirre's titel is Kleur bekennen met gedragscodes. De jury vond dit een heel relevant onderzoek in de bredere context van de nieuwe omgevingswet. Ook omdat er niet veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van gedragscodes in dat veld. De toepasbaarheid scoorde daarom erg hoog. Toegankelijkheid scoorde echter wat minder. Dat had vooral te maken met het feit dat het een heel uitvoerig rapport was, waarbij in de ogen van de jury redelijk wat informatie naar de bijlagen had gekund. De discussie was, zeker voor zo'n uitgebreid werk, toch ook wel wat beperkt. De methode lijkt zeer valide, maar ook redelijk standaard en is daarom niet zo origineel. De analyse is wel verdegen, maar het aantal informanten was dan weer beperkt. Wat een beetje afbreuk doet aan de wetenschappelijkheid. Dan de tweede genomineerde, Ruud Sperna-Weiland. De titel van zijn thesis is Intransitive Atmosphere Dynamics Leading to Persistent Hot Dry or Cold Wet European Summers. Dit is een heel goed, origineel en relevant onderzoek en is ook heel goed uitgevoerd. De jury was echt onder de indruk van het onderzoek. De scriptie grenst bijna aan briljant. Het werk scoort op wetenschappelijkheid uitzonderlijk hoog. Voor de kenners in het klimaatwerkveld is dit echt een meerwaarde, een toevoeging. De toegankelijkheid van de scriptie scoorde wat lager, maar de jury realiseert zich ook dat het complexe materie is die niet gemakkelijk uitgelegd kan worden. Maar hier en daar was toch een beetje meer uitleg welkom geweest. Het is fundamenteel onderzoek, waardoor helaas de brede toepasbaarheid op korte termijn niet zo hoog scoorde, maar de resultaten beschreven in de scriptie zullen op lange termijn vermoedelijk zeer relevant zijn in relatie tot verbetering van klimaat- en weermodellen. En dan de derde en laatste genomineerde onder de WO-scripties, Anne van Tatenhoven. Haar titel is Imagining a Wind Turbine. Negotiations over the energy transition in the Aran Islands. De scriptie leest als een prettig leesbaar boek en is daarom niet zozeer gezien als een soort scriptie, hoewel het dat natuurlijk wel is. Het gaat in de scriptie om processen tussen mensen over duurzame opwekking van elektriciteit en daarover te beslissen met elkaar. Het was de jury echter niet duidelijk wat nou precies het resultaat was en wat de conclusies was. De jury miste ook een beetje eigen ideeën en eigen inbreng,
maar de vorm en het onderwerp vond men echt origineel. Helaas scoorde de studie niet zo hoog op wetenschappelijkheid. Maar de jury vermoedt dat ook deze scriptie echt een slachtoffer is van corona. Anne heeft veel onderzoek niet kunnen uitvoeren, ook omdat ze ineens het eiland moest verlaten en naar huis moest. Goed, dan nu het eindoordeel van de jury over de WO-scripties. De jury was zeer te spreken over het onderzoek van Mirre Berghoff. Het scoort hoog op toepasselijkheid en de jury had wel wat meer diepgang en uitwerking verwacht. De jury was echter zeer onder de indruk van het onderzoek van Ruud Sperna Weiland. Het wetenschappelijk niveau is hoog, de originaliteit scoort hoog. Het is een fundamenteel onderzoek dat bijdrage levert aan de kennis in het klimaatwerkveld. Van de jury krijgt daarom Mirre Berghoff een eervolle vermelding. Maar als winnaar van de Rachel Carson WO Afstudeerprijs 2021 wijst de jury aan Ruud Sperna Weiland. Applaus voor u. Namens de jury wil ik uiteraard de winnaars van harte complimenteren, maar ik wil ook de juryleden bij gelegenheid en zeker ook de voorselectiecommissie die het heel druk heeft gehad, zoals Rachel al zei, bedanken voor hun inzet. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het toelichten, Leenert. En ik denk twee hele mooie winnaars. En daar gaan we even kort een reactie van horen. Of tenminste, voor de HBO-winnaar gaan we niet een reactie horen van de winnaar zelf, maar van de begeleider. En nou, je zult ook vast heel trots zijn, en dat is Paul Sandman. Ja, ik heb hetzelfde krullend haar als Max, maar voor de rest, ik ben voor de rest de begeleider van Max. Yeah. I will do it in English, if that's fine for you and for the audience. I mean, Max is an English-speaking student, so that's okay. Max has prepared a very small speech that I would like to bring forward. But before that, I just wanted to mention one thing. Around 12, 13 years ago, I was here for the Rachel Carson Prize. I was the runner-up that time. I didn't receive the prize. I was runner-up. And despite the fact that I was a little bit of a setback, what I'm very, very happy about and what is the thing that makes a teacher proud is that one of his students surpasses the teacher. So I have to admit that I was very proud when I heard that Max won because, you know, it's one of my students and he surpassed me. And if there's one thing that you really want to achieve as a teacher is that one of your students does it better than you did. Now, I'll quickly mention what Max has written. Max has written the following. I feel honored and happy to have received the Rachel Carson Award. It gives me motivation to pursue my goals and to keep working hard on the topics that are important to us. A lot of people have supported me along the way, and I want to give my thanks to the following people. First, the colleagues of the Institute for Ecologic Economic Research in Berlin, and especially my supervisor, Hannes Blum, for guiding and supporting me when I stumbled and when I was not sure where to continue. I also would like to thank my teachers at Avant University of Applied Sciences, and in particular, my supervisor, Paul Sandman, for even giving me feedback in the hospital after the birth of his son. My parents are next. Christian and Axel for their unconditional support and having a big contribution in bringing me on this career path. And finally, my girlfriend, not my girlfriend, but Max's girlfriend, Dani, for inspiring me with her love and positive energy that motivates me to go on when I was close to desperation. To finish, I would like to say the following. Looking back, I come to the conclusion that the main reason for my achievement and receiving the Rachel Carson Prize is the passion and enthusiasm for environmental issues. Having found this source of inspiration gives me strive for more. Most of you right now listening are connected one way or another to education. I kindly want to ask you, all of you, to bring as many sparks as possible to the people around you in order to ignite their passion and enthusiasm. Because by finding our passion and inspiration, we can find the motivation to achieve greater goals. This is part of education, and it's at least as important as acquiring and sharing knowledge. Thank you. That's what Max wrote. Dank je wel, Paul en Max. Dan hebben we nu nog even een momentje voor Ruud, want jij bent de winnaar van de scriptie voor het WO. Vertel.
Nou, allereerst wil ik de jury hartelijk bedanken. En ook respect dat ze het verhaal, ik hoorde het 3 keer doorgelezen hebben voordat ze het begrepen. Dus hartstikke bedankt. En het is een eer om hier te zitten. Ook een mooie speech van Max en goede delivery. En ik vind het heel motiverend dat zo'n toch fundamenteel onderzoek, wat eigenlijk een heel klein puzzelstukje is van een hele grote puzzel die het weersysteem is of het klimaat is. Dat toch de erkenning krijgt ook van een breder publiek dan alleen de mensen binnen atmosferische wetenschappen. Dus daar ben ik heel blij mee en dat motiveert me ook heel erg. Verder, mijn achtergrond zelf is helemaal niet in dit vakgebied eigenlijk. Van origine ben ik econometrist. Eigenlijk dit vraagstuk vereiste gewoon heel veel data-analyse technieken. In combinatie met eigenlijk de vakkennis die ze bij het KNMI hadden en bij de VU, waar mijn begeleider werkt. Die combinatie van eigenlijk dat ik die methode en analyse goed kon toepassen, die zorgde er eigenlijk voor dat dit eigenlijk een heel mooi werk is geworden, denk ik. We vulden elkaar wat dat betreft perfect aan. Maar ik moet ook zeker mijn begeleiders bij het KNMI, Karin van der Wiel en Frank Zelte bedanken. En bij de VU, Dim Kamau. Natuurlijk ook mijn familie en mijn vriendin die ook me de hele tijd gesteund hebben en er altijd voor me zijn. Dus dank jullie wel. Tijdens het schrijven van deze scriptie ben ik heel geïnspireerd geraakt door de drive van zoveel mensen ook om echt zich volledig in te zetten voor een betere wereld. En voor het beter begrijpen van het klimaat en hoe we ons daarop kunnen aanpassen en wat we kunnen doen om te zorgen dat het niet helemaal naar de verkeerde kant op gaat. Dus daar ben ik echt door geïnspireerd geraakt en daardoor wil ik daar ook echt mee verder gaan, ondanks dat het niet mijn achtergrond is. Nou ben ik blij dat ik die mogelijkheid heb, want ik heb dit onderzoek ook kan ik voortzetten in een promotieonderzoek. En daarbij werk ik ook nog samen naast het KNMI en de VU ook nog met de Rabobank, omdat ik eigenlijk echt die financiële wereld wil verduurzamen en ook echt de wetenschap daar ook een stem in wil laten hebben. Dus als deel van de promotieonderzoek heb ik deze scriptie ook kunnen publiceren zojuist. Daar ben ik heel trots op, dankjewel. Dit is een hele mooie toevoeging erop. Dus een prachtig beeldje. Ja, dankjewel. Dat is super mooi om te horen. En ook mooi dat Max zo blij is en dat jij zo blij bent. En dat de VVM op deze manier echt wat kan betekenen voor studenten en duurzaamheid. Door deze mooie prijs uit te reiken al super lang. En dat hopelijk ook weer doorzetten. En super fijn dat jullie deze prijs nu ook werd uitgereikt tijdens de Groene Paper. Ik denk super passend. Dus dat was super goed om te horen. En we weten nu dus wie de winnaars zijn van de Rachel Carson afstudeerprijs. Dus inderdaad gefeliciteerd aan Max en Ruud. En dat betekent eigenlijk dat er nog maar één onderdeel over is van deze awardshow. En dat is de Sustainable 2021. Maar voordat we hierover spreken, heb ik een filmpje van de Sustainable Best Practice. Daar hebben we het gisteren over gehad. En dat heeft de Zuid Hogeschool gewonnen. En dat is ook onderdeel van de Sustainable. En daar gaan we nu naar kijken. En dan zie ik jullie zo terug. Wijken in Zuid-Limburg staan in de toekomst voor grote uitdagingen. Leefbaarheid, vitaliteit en verduurzaming. Het project WO pakt al deze uitdagingen aan in één programma. WO staat dan ook voor wonen, opleiden, ondernemen en werken. WO zet in op een nieuw soort samenwerking tussen de overheid, onderwijs, bedrijven en organisaties uit de leefomgeving. Hiermee is WO een integraal en interdisciplinair project. Zo'n aanpak is hard nodig voor complexe uitdagingen, vindt projectleider Nourhan Abouzidi. WO is a new way of thinking and doing around neighborhoods to combine complex questions from social inclusion, vitality and sustainability in a more interdisciplinary and integral way. This is very important for research and education at Zuid as well as for our partners in Limburg. Een onderdeel van WOW is het leerwerktraject op HBO en MBO niveau. Dit bereikt arbeidskrachten voor op een loopbaan in de Limburgse bouw- en installatiesector. In 2 jaar doen 50 deelnemers hieraan mee, waaronder een groep statushouders. Deelnemster Khadija volgde het leerwerktraject.
Inmiddels loopt ze stage bij het installatiebedrijf Spie. WOW-project is een goede kans voor mij om opnieuw te beginnen en ook een nieuw leven in Nederland op te starten. Verder werkt WOW aan een zogeheten Living Lab. Living Lab is een praktijkomgeving waarin we samen met bouwdeelnemers, met studenten, met maatschappelijke organisaties, met buurtbewoners samenwerken aan de verduurzaming van een gebouw in de wijk GMS. En dan gaat het om technische verduurzaming, om het gebouw energiezuinig te maken, maar ook om een programmatische verduurzaming. Dus hoe kunnen we het gebouw nieuwe functies geven die belangrijk zijn voor de buurt. WOW is een initiatief van het lectoraat Smart Urban Redesign van Zuid Hogeschool. In samenwerking met gemeente Heerlen, Wonen Limburg, Vista College, Praktech, UAF, New Insights Consulting, Universiteit Maastricht en Stadsregio Parkstad. WOW krijgt financiële ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GAK Instituut en Regio Deal. Wil je meer weten? Ga naar www.surt.nl/wow. Of neem contact op met projectleider Nourhan Abouzidi. WOW bedankt haar team, partners, deelnemers en de gehele WOW community. Nou, na deze mooie best practice van Hogeschool Zuid kan ik niet wachten eigenlijk om verder te praten over de prestaties van hoger onderwijsinstellingen van het afgelopen jaar en ook het MBO. De Sustainable is het grootste project binnen Student voor Morgen en dit is alweer 10e jaar op rij dat de duurzaamheidsranking voor instellingen in het hoger onderwijs wordt uitgereikt. Maar nu eerst ga ik in gesprek met twee gasten die zich dit jaar hard hebben ingezet voor duurzaamheid middels hun werk en activiteiten. En daarna spreek ik verder met de ranker en projectleider van Sustainable en komen te weten hoe de ranking precies in elkaar steekt. Maar nu eerst zitten bij mij, en ik sta, een jonge changemaker, Gaia Becker. Gaia is student bij Helicon opleidingen, dus hier, waar we vandaag de gast zijn. En ze focust zich vooral op duurzaamheid en participatie, onder andere bij de gemeente Best. En Thijs Haverkamp, hij is verbonden aan de Green Office van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn drive is om de wereld te verduurzamen en dat doet hij door mensen samen te brengen en krachten te bundelen. Zeker. Heel mooi. En het afgelopen jaar was natuurlijk best wel anders dan anders. Dus we zijn extra benieuwd hoe die taak van het verduurzamen van het onderwijs is veranderd tijdens de pandemie en wat de toekomstplannen zijn. Zodra de instellingen weer open kunnen en jij bijvoorbeeld ook weer terug mag naar school. Ja. Zoals nu. Ja, nu ben je er even. Heel fijn. Laten we beginnen. Wat voor verbeteringen wat betreft duurzaamheid heb jij in je eigen leven doorgevoerd dit jaar? Heel confronterend. Allereerst ben ik erachter gekomen dat ik zonder printer kan. Mm-hmm. Ik kon al thuis zonder printer, want ik kon op werk printen. En toen mocht ik daar niet meer heen. En toen dacht ik heb deze eigenlijk helemaal niet nodig. Terwijl er een trein langs rijdt. Ja. Dus dat was een hele leuke les. En ik heb geleerd dat ik zonder heel veel troep kan. Want je zit de hele dag thuis, dus je kijkt tegen die troep aan. Dus ik heb heel veel opgeruimd. En ik geef ook geen troep meer cadeau. Dat is een beetje mijn nieuwe voornemen. Dus op die manier constant weer, kleine stapjes, maar constant weer beter. Ja, en zo help je anderen meteen ook door geen troep cadeau te geven. Dus precies, dat is helemaal goed. Want wie wil daar nou echt troep cadeau? Niemand. Nee, precies. En Gaia, heb je ook nog iets veranderd in je eigen leven afgelopen jaar om duurzamer te worden? Ja, zeker. We hebben een nieuw huis gekocht in Best. En het is een heel oud huis, een jaren 30 woning. Dus het is een hele uitdaging om sowieso al te verbouwen. En mm-hmm. iedereen weet wel dat de bouw een hele grote boosdoener is, wat duurzaamheid betreft. Dus we hebben bewust gekozen om echt een hele goede isolatie in het huis te doen. We zitten naar zonnepanelen te kijken, de tuin biodivers te maken. Dus mm-hmm. we zijn volop bezig eigenlijk, nog steeds in het proces van verduurzaming. Ja, mooi. En na je eigen leven heb je ook iets, of daarnaast, heb je ook iets bij je instelling gedaan kunnen krijgen afgelopen jaar? Ja, gelukkig wel, want het is mijn werk vanuit de Green Office. Er zijn duizenden dingen mm-hmm. gebeurd. Eentje die ik heel snel kan vertellen, die heel leuk is dat er net 23 miljoen extra vrij is gemaakt om alle gebouwen energiezuiniger en dat soort dingen te maken. Dus dat is heel goed nieuws. Dat is heel mooi nieuws. En waar we met de Green Office heel hard mee bezig zijn geweest, met allemaal mensen binnen de hogeschool, ik wil niemand te weinig eer geven, is een dashboard. De HVA heeft hele grote ambities, mm-hmm. supergoed, maar om daar nou concreet mee aan de slag te gaan, daar hadden we iets voor nodig. En we hebben nu een dashboard ontwikkeld met alle faculteiten samen om te kijken, oké, hoe kun je nou in het onderwijs verduurzamen en wie mag je dan waarop afrekenen? En vooral dat is natuurlijk heel leuk, want dan komt er ineens heel veel leven en
ja, dat is er allemaal bijna doorheen. Dus ik ben echt heel, ik heb er heel veel zin in dat zo meteen iedereen roept, help, we moeten allemaal doelen bereiken. Welke projecten kunnen we nog meer doen? In plaats van dat mensen die heel erg voorlopen binnen Navia, moeite moeten doen om een project voor elkaar te krijgen. Dus daar kijk ik erg naar uit. Zeker. Ja. En hoe was de support vanuit je instelling om dit soort dingen te willen doen? Ervoor moeten vechten met de Green Office? Ja, en we hebben heel veel steun gehad. Kijk, er werken 4.500 mensen bij Navia en 40.000 studenten. Dus er zijn er heel erg veel die heel erg voor zijn en heel erg helpen. Maar verandering is heel eng. Zeker bij zo'n groot containerschip als de Navia. Dus ja, je moet soms ook heel erg vechten. Maar ik heb de laatste maanden krijg ik een soort geloof. Zit ik een beetje op een high wat dat betreft. Want er beweegt heel veel en ik heb het gevoel dat we echt vooruit gaan. Dus ja, ik denk dat we ook volgend jaar nog beter gaan scoren bij de Sustainable. Want dat is spannend, ja zeker. En heeft corona denk je nog moeilijker gemaakt om je collega's mee te krijgen en te bereiken? Ja, we hadden het er net toevallig hiervoor eventjes over. Wat je heel erg mist is toevallige ontmoetingen. Ja. Dus ik heb dus, omdat wij even een babbeltje gingen maken, geleerd dat ze hier een heel leuk initiatief hebben. Gaat ze vast zo zelf vertellen. Maar dat had ik nooit geweten als ik niet hier even was geweest en gewoon even niks te doen had en een babbeltje kon maken. En dat mis je gewoon heel erg door corona. Even bij de koffieautomaat iemand die klaagt over dat ze iets niet voor elkaar krijgen. En dan dat er iemand naast staat die zegt, dat kan ik gewoon voor je regelen. Ja, dat. Oh, daar kijk ik naar uit. Ja, snap ik. Maar Gaia, vertel dan. Wat heb jij aan Thijs verteld? Ik wil het ook weten. Nou, deze school is natuurlijk ook al super duurzaam. Want wij worden allemaal opgeleid tot adviseur duurzame leefomgeving. Dus weten dat kan eigenlijk niet. Nee. Maar het is niet alleen maar tastbare duurzaamheid. Het is hier ook vooral heel erg persoonlijk. En ervoor zorgen dat het goed gaat met ons, zeg maar. Wel een tastbaar dingetje is dan weer heel schattig. Ze hebben hier een stekjesbibliotheek staan. Dus dan mag je van thuis een stekje meenemen. En eentje weer meenemen, zodat we met elkaar lekker kunnen, toch een beetje in contact kunnen blijven. Een beetje in verbinding blijven. Maar er wordt hier heel erg gelet op hoe het gaat met een leerling. Dus ook mentale gezondheid. Ja. Er wordt een hart onder de riem gestoken met een klein briefje waarop staat dat je coach trots op je is. Met een plantje erbij. Mm. En ja, dat doet de school heel goed. Daar heb ik heel veel, daar heeft iedereen wel heel veel aan gehad. Mooi. En plantjes nooit genoeg, hè? Nee, nooit. Nee, zeker. Zeker. En jij loopt nu op dit moment een stage bij de gemeente Best. Ja. Wat doe je daar? Een hoop eigenlijk. ik ben in samenwerking met Best Duurzaam. Dat is een coöperatie daar binnen Best. En die werken ook nauw samen met de gemeente van Best. Best Duurzaam, die heeft nooit stagiaire gehad. Dus die had zoiets van, dan is de gemeente Best een hele mooie overstap. Dus ik ben daar een beetje in verbinding met beide. Ik ga een soort platform ontwikkelen via een platform die al bestaat. Plein Best heet het. En daarop kunnen bewoners met elkaar in contact. Mijn platform gaat vooral over duurzaamheid. Er zijn daar twee nieuwbouwwijken die daar worden gebouwd. En die zijn al heel energie-neutraal en met zonnepanelen. En er wordt al van alles mee gedaan. Maar ik vind het heel leuk om te onderzoeken wat bewoners zelf al kunnen doen. Dus de kleinere dingetjes. Dus er zijn heel veel mensen die nog niet weten wat voor impact het heeft om de lampen te lang aan te laten staan. Of om te lang te douchen. Of om de verwarming heel de dag te laten loeien. Dus het lijkt mij heel leuk. Ik ben dan bezig met een platform te ontwikkelen waarop mensen gewoon op een laagdrempelig niveau met elkaar in contact kunnen. Van, hoe doe jij dat dan? Of heb jij nog een tip voor mij? Of ik wil mijn tuin verbouwen, maar het lukt me niet zo. Kan de buurman misschien even helpen? Of zodat ze echt met elkaar niet alleen qua duurzaamheid in verbinding komen, maar ook persoonlijk. Een nieuwbouwwijk, komen allemaal nieuwe mensen wonen. Ja. Dus het is geen opbouwende wijk vanuit de jaren 30 waar nog steeds een oud meneertje woont. Nee. Maar ook voor die wijken natuurlijk is het een heel mooi platform. En een onderliggende doel is eigenlijk om jongeren ook te betrekken. Het wordt vaak gedacht dat duurzaamheid een ding is voor pensionada's. Dat daar heel veel mensen mee bezighouden. Het is ook zo, maar ik vind het wel heel mooi om daar jongeren echt bij te betrekken. Dus aan de hand van dat wil ik ook leuke vlogs gaan maken. Wat goed. Nou, daar kijken we in ieder geval naar uit. Maar, en dat kan wel digitaal. Maar ben je verder nog in de weg gezeten door de pandemie om daar je werk te kunnen doen bij de gemeente? Ik loop er nu pas 3 weken stage. Maar het is wel zo dat je daar maar 2 dagen per week, of eigenlijk 1 keer in de 2 weken, mogen de werknemers daar aanwezig zijn. Ja. Dus ik als stagiair geldt hetzelfde eigenlijk. Wat Thijs net ook al zei, die spontane ontmoetingen die zijn al heel moeilijk. Dus dat doe ik graag. Maar ik moet al erg mijn best doen om contacten te leggen met beleidsmedewerkers, met de mensen van het stukje groen bij de gemeente. Het is net iets meer werk. Dus op zich niet zo erg. Maar het is leuk om mensen op de gang tegen te komen en te vragen van, hey, goh,
wat doe jij hier? Of welke afdeling werk jij? Wat kan jij misschien voor mij betekenen? Of ik voor jou? Ja, dat is wel, dat mis ik wel heel erg. Ja, zeker. Natuurlijk, dus je kijkt er ook wel naar uit om dan na de pandemie misschien wat makkelijker impact te kunnen maken. Ja, precies. Ja. Ja, en rechter op je doelen af te gaan misschien ook wel. Zeker, ja. Ja. En Thijs, het onderwijs. Denk je dat dat een grote rol speelt in de groene reset? Hebben we het nodig? Ja, het zou lullig zijn als ik nou nee zou zeggen. nee, ja zeker. Kijk, de slogan, dat zijn alles, maar wij geven ook weer blij slogan van Navia's Creating Tomorrow. En ik ben altijd heel blij met die slogan, omdat dat wat je doet, je leidt de professionals van morgen op. En één, het is natuurlijk heel raar als die niet begrijpen hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik bedoel, dan ben je gewoon aan het falen als onderwijsinstelling. Mm-hmm. Maar ook, ja, als zij manieren meekrijgen om verandering in bedrijven, in andere organisaties teweeg te brengen, ja, dan gaat het alleen maar sneller. En het is het begin. Ja. En het leuke is, het is dus heel belangrijk. En het leuke is, docenten, ik ben ook docent, die moeten ook meegaan met die kennis. En dat is best wel spannend, want je moet nakijken en je moet lesgeven. Dat is allemaal heel belangrijk, maar je moet meegaan in die kennis. Want anders zit je oude dingen uit te leggen. Ja, dan ben je gewoon af als onderwijsinstelling. Dus wat dat betreft zeker. Ja. Ja, snap ik. En heb jij toevallig ook een sessie van de Groene Peper gekeken die jou nog geïnspireerd heeft? Nou ja, toevallig. Ja, nee, toevallig. Gisteren, dat is ook wel leuk. De Hogeschool van Amsterdam werkt heel veel samen met de UvA. Maar die kwamen met een best practice die ik heel graag wil jatten. Dat studenten zelf een onderwijsmodule mogen opzetten. En een collega van mij die was heel blij met de LEAP-sessie. Ja. Dus we zijn met z'n allen zelf maar aan de slag gegaan om meer aan onze digitale hygiëne te doen. Want even voor mensen die het gemist hebben, je kan het vast terugkijken. Ja, zeker. Maar het is heel belangrijk om niet al te veel dingen die niet nodig zijn, troep, om dat op te slaan. En op de cloud zetten en dat soort dingen. Dus dat is het persoonlijk stukje die ik heel graag meeneem. Ja, ja, mooi. Nou, ik ben blij dat de Groene Peper je ook op die manier heeft kunnen inspireren en dat je er inderdaad nu bent. En heb jij nog snode plannen voor komend jaar om duurzame impact te maken als je weer op kantoor bent? Moeilijke vraag, leuke vraag. Nee, ja, snode plannen. De eentje die ik zelf persoonlijk heel erg belangrijk vind is, ik ga de bevoegdheid didactische bekwaamheid volgen. Dat is heel ingewikkeld, maar dat is gewoon je papiertje als docent. En daar wordt nu aan gewerkt, daar willen ze graag een soort SDG-achtige workshop. In ieder geval meer kennis voor beginnende docenten. Want wat ik al zei, je staat gewoon voor lul, mag ik dat zeggen. Je staat voor gek als je als docent niet weet waar je over praat. Dus ik ben heel blij dat ze daarmee bezig zijn. En daar zou ik zelf heel graag bij willen helpen. Ja. En daarnaast, een fossielvrij pensioen is iets waar ik me erg graag mee bezig hou. Want ik ben gedreven en ik ben de hele dag bezig met duurzame dingen. En ik bouw pensioen op, ben ik ook heel blij mee. Prettig. Dat is heel prettig, geeft rust. Alleen wel jammer dat dat dan naar Shell gaat. Ja, dat zou ik graag veranderen. Ja, nou daar gaan we samen dan ook mee aan de slag. Daar ben ik namelijk ook mee bezig. En Gaia, heb jij straks wel zin om ook na de zomer al je duurzame docenten ook in het echt weer te zien? Denk je dat dat wel weer een extra boost gaat geven? Ja, zeker weten. Ja, ja, want deze school is heel klein. Mm-hmm. Dus je wordt heel snel gezien. Dus als je iets heel goed doet, dan krijg je daar heel snel complimenten voor. Als iets net iets minder goed gaat, dan word je daar heel goed bij geholpen. Het is ook gewoon heel gezellig. Ja. Het is hier geen hele formele school. Het is gewoon heel klein, heel close. En iedereen kent elkaar. De lessen zijn ook gewoon heel fijn als het gewoon weer in het echt gebeurt. Want dan kan je met elkaar sparren. Er komen spontane discussies. Online gebeurt dat eigenlijk niet. Nee. Dus daar heb ik heel erg zin in. Ja. Ja, ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat jij inderdaad, ook als docent en jij als student. Dat is wel echt een leuke combinatie. En ik denk allebei heel veel zin om in september weer te beginnen. Want hoe ziet de rest van jouw schoolcarrière er nog uit dan? Hoe lang ben je hier nog? Nu is dus de stage nog eventjes tot de zomervakantie. En dan begint het derde jaar, dat is het laatste jaar. Oh, ja. Maar we beginnen wel met een leuke aftrap, want we gaan naar Terschelling met heel het derde jaar. Oh, ja. En dan is het afstuderen. Ja, spannend, spannend. Ja, heel spannend. Ja, ja. En heb je wel ook duurzame ambities voor daarna? Wil je dat inderdaad wel blijven doorzetten? Ja, zeker. Ja? Ja, ik wil mijn eindexamen heb ik al een beetje een mooi plan voor. Wat ik wil gaan doen, iets heel creatiefs. Iets met kunst, een beetje die kant op. Ja. Want dat zijn allebei een beetje vergeten vakken eigenlijk. De cultuur en cultuursector en de duurzaamheid is altijd nog een beetje een komt wel gevalletje. Maar ik wil het heel graag echt aan de voorgrond brengen. Want het is allebei heel belangrijk.
En allebei heel mooi ook. En eigenlijk superleuk. Dus ja, dus die kant wil ik al opgaan. Nou, dat klinkt supergoed. En heb jij nog ambities op het lesgeven? Iets nieuws wat je wil meegeven? Of, Nee, ik zei net al, ik wil graag dat docenten op les gaan. Dat, ja, vind, ik, dat zeker. Vind ik heel erg belangrijk. Ik zelf mag lesgeven over de SDGs in relatie tot ondernemingen. En ik moet wel zeggen, ondernemers, wel echt een shout-out naar de ondernemers die nu bij de HVA bezig zijn. Want ja, duurzaamheid is daar zo vaak het startpunt in plaats van, die schuifelen we er nog even bij. Ja. En daar ontstaat heel veel energie van. Want die zijn ook helemaal, het is je eigen onderneming, dus die blijven maar gaan. Dat is meer dan even je studie van een beetje uitslapen, 11 tot 5. Maar toch een shout-out. En ik hoop dat ik die kracht kan gebruiken en ook kan inzetten binnen de HVA. Dus die duurzame producten ook in de HVA kan laten ontstaan. Ja. Bijvoorbeeld bamboe, wc-papier. Dat is een ding en belangrijk. Heel belangrijk. Ja, gaan zeker. We nog een keer over hebben. Ja, nee, dat is helemaal goed. Nou, ik denk het wel samenvat wat jullie allemaal doen, wat jullie in het onderwijs doen, maar ook hoe je juist gebruik maakt van het onderwijs om een jonge changemaker te zijn, want dat ben je echt, super goed om te zien. En ik wil niet zeggen iets minder jonge changemaker, maar ook een changemaker. En super fijn dat jullie hier waren om daar meer over te vertellen. En ik hoop dat iedereen jullie ook blijft volgen om verder te zien wat jullie allemaal gaan doen voor moois. Dat was dit, want hierna gaan we naar een spannend onderwerp, ook voor jou alsnog representant van de HVA natuurlijk. We gaan kijken naar de Sustainable 2021 en hoe het daarmee zit. Dus ik ga daar naar die andere set lopen, daar heb ik nieuwe tafelgasten, dus kom met me mee. Even door de jungle, maar ik ben er. Even kijken. Ja, en dat is mijn camera. Ik zit weer aan tafel, aan mijn tafeltje, waar ik eigenlijk de hele middag, waarvan achter ik jullie al mag begeleiden door dit programma. En we zitten hier dus om de Sustainable Ranking van 2021 te bespreken. En met mij zijn Sophie. Zij is secretaris en vicevoorzitter bij Student voor Morgen. Ze studeert Liberal Arts and Sciences met een specialisatie duurzame ontwikkelingen en leidt de Sustainable 2021. En daarnaast zit Britt Rastra, oud-voorzitter van Student voor Morgen. En momenteel is ze bezig met haar master aan Radboud Universiteit. En sinds kort medeoprichter van de Greener App. En ook heeft ze tijd gevonden om banker te zijn voor de Sustainable, wat we heel erg waarderen. Sophie, dan eerst aan jou, in het kort. Wat is de Sustainable? Want ik heb het al heel vaak gezegd, maar voor het geval dat iemand het nog niet had meegekregen, wat is het? Wat is de Sustainable? De Sustainable is de jaarlijkse duurzaamheidsranking van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Wordt sinds 2012 georganiseerd vanuit Studenten voor Morgen. En we zijn dus nu beland bij de 10e editie alweer. Jeetje. Dus, ja. Ja, heel mooi. Want inderdaad, er zijn 32 instellingen beoordeeld op duurzaamheid. En dat doen jullie dan op onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en best practices. Zeker. En dan ook heeft elk onderdeel verschillende punten. Fijn dat je er kan zijn. Waarom is het zo belangrijk dat we dit doen? Waarom moeten we onderwijsinstellingen beoordelen op duurzaamheid? Nou, je zei het net zelf al. Student voor Morgen streeft eigenlijk naar duurzaam hoger onderwijs. Wat dus eigenlijk inhoudt dat we kijken naar die drie belangrijke categorieën. Dus dat duurzaamheid verwerkt in het onderwijs, maar ook in het onderzoek en in de bedrijfsvoering met alle facetten die daarbij komen kijken. En wat we zien, heel leuk, is dat door deze ranking en die ranglijst jaarlijks te publiceren, dat dit echt een stimulerende en prikkelende werking heeft voor de hoger onderwijsinstellingen. En dat ze dus ook echt mee aan de slag gaan met de feedback en met hun plaats en heel erg gedreven zijn om zich te verbeteren. En dat zien we bijvoorbeeld terug in instellingen die speciaal green offices gaan oprichten of duurzaamheidsmedewerkers aannemen en echt grote stappen zetten. Dus dat is echt de kracht van de Sustainable. Ja, supermooi. En het is een benchmark. Wat betekent dat het een benchmark is? Ja, wat een benchmark natuurlijk is dat je eigenlijk organisaties, hoger onderwijsinstellingen in dit geval, gaat vergelijken door ze op eenzelfde manier te onderzoeken. En dat is eigenlijk precies wat wij doen met de Sustainable. En wat mooi is ook dat we sinds vorig jaar een benchmark rapport publiceren. Daar worden momenteel de laatste loodjes Laatste hand aangelegd. Dankjewel. En dat wordt vanmiddag gepubliceerd. Maar wat daar mooi aan is dat eigenlijk alle bevindingen die wij dit jaar hebben
gedaan en alle conclusies die wij kunnen trekken daarin zijn samengevoegd. En ook op verschillende thema's waar we naar hebben gekeken. En dit kan echt als leidraad en inspiratie gebruikt worden voor de instelling om zich volgend jaar weer te verbeteren. Dus ja. Ja. Nou, heel goed. Nou, ik denk dat het een hele sterke move is om het een benchmark te maken. Ja. En ik heb al even mogen kijken natuurlijk. En ik zie dat veel onderdelen die in het Groene Paper-programma voorbij kwamen, ook in de Sustainables voorbij kwamen. Zeker. Zo wordt mobiliteit bijvoorbeeld genoemd. Nou, daar hebben we ook een losse sessie gehad van de Groene Paper. Afval wordt gebruikt, wordt genoemd. En dat is onderdeel ook van gebruikt. Ook gebruikt als onderdeel van bedrijfsvoering. Nou, daar hebben we ook een sessie over gehad. Ja. En energieverbruik, kantines, best wel veel over eenstemmingen. Ja. Ik denk dat dat alleen maar laat zien dat we best wel dezelfde lijn zitten en dat het de goede kant op gaat. Ja. En het zou natuurlijk ook mooi zijn als we veel hoger onderwijsinstellingen hebben gekeken naar de Groene Paper en dan hiervan kunnen leren en zorgen dat ze volgend jaar nog hoger eindigen op die ranking. Maar voor dit jaar hebben we natuurlijk gekeken naar wat ze het afgelopen jaar eigenlijk hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk ook een volledige een tijd uit corona waar we ze beoordelen, toch? Ja klopt. We zien ook wel bij bepaalde vragen terug dat instellingen minder cijfers hebben of minder hebben kunnen doen, hun doelen minder goed hebben kunnen verwezenlijken door corona. Maar in principe is de beoordeling nog steeds wel goed uit te voeren geweest. Ja, mooi. Ja. Nou, goed om te horen. En die vragen die jullie stellen voor de Sustainable, die raken dus allerlei verschillende thema's. Veranderen die ook of zijn die altijd hetzelfde? Ja, er wordt elk jaar wel echt kritisch gekeken door elke Sustainable team weer naar oké, wat mist er nog? Wat kan er verbeterd worden aan deze vragenlijst? Zo is er vorig jaar onder leiding van Britt onder andere bijvoorbeeld het thema sociale duurzaamheid aan toegevoegd. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is en zeker niet vergeten mag worden. Ook de SDGs, dus de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zijn als framework toegevoegd vorig jaar. En dit jaar hebben wij goed gekeken naar de categorie onderzoek. Mm-hmm. En hebben wij valorisatie als thema. Dus echt die koppeling met kennis over duurzaamheid ook echt naar de maatschappij brengen en daar een plekje geven. Zorgen dat die kennis echt ergens terecht komt. En daar hebben wij dit jaar nog extra naar gekeken. Klinkt heel belangrijk. Zeker. Goed dat jullie die hebben meegenomen. En Britt, jij bent ranker, of je was ranker, want jouw taak zit erop. wat doe je als ranker? Hoe ziet dat proces eruit? Ja, als ranker zijn er eigenlijk twee rondes. Mm-hmm. Je begint dus met een ronde onderzoek doen eigenlijk. Dan kijk je vooral naar wat er online te vinden is, maar ook wat er dan voorgaande jaren alles is toegevoegd door de instellingen. En dan ga je dus één vraag samen met een ranker buddy, hoe je het wil noemen, ga je samen nakijken. En de tweede ronde voegen de instellingen bewijsmateriaal eigenlijk toe. Mm-hmm. Dus ze kijken dus naar de feedback wat we geven. En vervolgens voegen ze dus toe wat zij nog doen of wat ze nog in hun beleid hebben staan, wat wij niet hebben kunnen vinden. En daar rank je ze dus eigenlijk weer opnieuw op. Dus geef je opnieuw feedback. En ondertussen vergelijk je dus ook de instellingen met elkaar. Dus echt om te proberen zo goed mogelijk een nuttige feedback te geven aan de instelling. Ja. Ja, mooi. En welke, als je het wil zeggen, welke vraag heb jij gedaan? Niet dat we straks boze instellingen hebben, maar welke vraag heb jij gedaan? Ik heb de emissiereductievraag gedaan. Dus de vraag over de ecologische voetafdruk, zo. Ja. Ik kan het bijna niet uitspreken. Maar dus ik heb vooral gekeken naar of dat beleid is, een lange termijn visie eigenlijk. En of het integraal of het terugkomt. Dus vooral de bedrijfsvoering heb ik naar gekeken. Ja, en nog spannende dingen gevonden of hele grote verbeteringen? Ja, ik moet zeggen, ik was soms wel blij verrast eigenlijk. Want er waren bij sommige vragen echt mensen die bijvoorbeeld dataopslag ook gebruikt. Wat net ook even werd genoemd door de Green Office. Dat ook echt, zeg maar, je ziet gewoon dat sommige vragen, gewoon instellingen groeien ook, zeg maar. Dus er komen dan weer onderwerpen bij en die nemen ze heel mooi op. Dus die transitie die wordt eigenlijk breder. Genomen, ja. Ja, heel goed. En zaten er hele grote contrasten tussen de instellingen? En was je daarvan geschokt? Er zitten nog wel flinke contrasten tussen. Ja, je hebt echt instellingen die het echt duidelijk in beleid hebben opgenomen. En zoals ik noemde ook echt heel breed al die thema's. Dus ecologische voetafdruk is natuurlijk niet alleen energie. Want je hebt natuurlijk ook je voeding, van alles en nog wat er in de instelling gebeurt.
En je zag heel mooi eigenlijk dat soms werd het heel mooi geïntegreerd. Dus ook al die thema's. Mm-hmm. Sommige instellingen, ja, daar zie je echt dat vooral de focus op energie ligt. Wat natuurlijk ook in het algemene discours ook wel, in het algemene debat ook wel veel aanwezig is. Maar ja, die andere thema's mogen natuurlijk niet vergeten worden. En in sommige instellingen hebben dan wel, naar aanleiding van vorig jaar, erover nagedacht. Maar je ziet echt dat echt het schrijven van beleid en vervolgens het monitoren en het implementeren, dat zijn nog wel dingen waar nog stappen te maken zijn. En daar kunnen instellingen ook alleen maar van elkaar leren, denk ik. Ja. En waar denk je dat aan ligt dat sommige instellingen achterblijven? Is dat een bestuur wat ze tegenhoudt? Of is dat dat ze geen ambities op dat vlak hebben? Of kun je dat een beetje peilen, een beetje achterhalen? Ja, ik denk dat het eigenlijk... Ja, je hebt altijd een transitie, natuurlijk altijd voorlopers, een beetje de middenmoot en de mensen die een beetje achterblijven, omdat ze denk ik, misschien inderdaad in het bestuur nog niet zo mee bezig zijn geweest. Of gewoon in het algemeen, niet genoeg budget daarvoor hebben of vrij hebben gemaakt bijvoorbeeld. Of dat het instellingsplan al in 2015 geschreven is bijvoorbeeld, of in 2017. En dat toen blijkbaar, wat toen wel belangrijk was, maar toen blijkbaar nog niet zo belangrijk was om in het instellingsplan te zetten. Ja. En dan zie je wel dat het gewoon hoog tijd is om die weer te updaten. En ook als het lange termijn plannen zijn, het is niet erg om ze aan te scherpen. En ik denk dat sommige instellingen ook wel echt... kan helpen, denk ik, om bij te benen. Zeker, En je bent ook zelf student. Wat zou jij graag zien dat jouw instelling als eerste gaat aanpakken komend jaar? Nou, op duurzaamheidsvlak dan? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk maar één vraag heb gerankt, dus ik heb niet het overal beeld zoals ik vorig jaar had. Maar ik denk vooral inderdaad weer de feedback goed doornemen. Ook met studenten over praten, met de Green Office over praten. En ook vooral kijken naar, waarom heeft een andere instelling bijvoorbeeld wel daarop goed gescoord? Of kijken naar de evenementen van de Groene Peper, of kijken naar de best practices. Ik denk dat er heel veel goede, mooie voorbeelden zijn. Ook van instellingen die lager eindigen, zoals bijvoorbeeld Hogeschool Zuid, als ik het mag noemen. Mm-hmm. Maar wel gewoon met de best practices winnen. Dat is gewoon super mooi om te zien. En dat is ook gewoon, daar moet je ook naar kijken. En als instelling is het gewoon van, wij willen... graag beleid maken, maar dat is niet alleen dat. Zeg maar, het is natuurlijk ook het echt monitoren, implementeren en ook nog die projecten lekker opstarten en met de best practices meedoen en winnen. Dat zijn gewoon dingen die een instelling mag oppakken. En, ik studeer helaas af, maar ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Ja, zeker. En Sophie, jij bent student aan de Universiteit van Utrecht. Heb jij nog een bepaalde ambitie, niet per se wat gerenkt in de sustainable, waarvan je denkt, dat zouden ze nou echt moeten doen aan duurzaamheid volgend jaar? Dat zou ik zo graag willen zien. Oeh, daar stel je me een vraag. ik ben ook al bijna klaar op de Universiteit Utrecht. Maar wat ik wel heel gaaf zou vinden, zelf ben ik vanuit Student voor Morgen bezig, met een project over de eiwittransitie. Mm-hmm. We willen graag een pilot uitvoeren om producten met vlees in de kantines een wat hogere prijs te geven. En producten, bijvoorbeeld veganistische producten, een wat lagere prijs. Zodat je echt dat duurzame consumptiegedrag stimuleert. En ik vind dat zelf een heel goed initiatief. En ik zou graag zien dat een universiteit waar ik studeer zoiets ook... gaat implementeren. Ja, en Britt, zou je dat ook wel willen zien bij jouw instelling? Ja, zeker. Ik geloof, ik weet niet of het 100% zeker is, hou me nog niet meer vast, maar volgens mij hebben zij een restaurant nu die helemaal veganistisch gaat eten gaat verkopen. De Refter, als ik het goed heb. Ja. Anders word ik al op mijn vingers gesteken. Maar dat is heel mooi, vind ik, inderdaad, om te zien. Ja, en nog een beetje doors op de TU Delft, dat het daar bijvoorbeeld wel helemaal doorheen is. Vegetarisch, ja. Zeker. Heel goed. Ja, en nog andere ambities waarvan je denkt in het hoger onderwijs, want dat zou ik nou echt willen zien, dat ze dat volgend jaar gaan doen? Of doen ze het perfect? Dat mag ook. Maar... Nou, ze doen het zeker niet perfect. Kijk, wat ik als sustainable projectleider graag zou willen zien is dat... moet ik trouwens zeggen dat instellingen dit jaar heel actief hebben meegewerkt aan sustainable. Mm-hmm. Dus echt maar 3 van de 32 instellingen hebben niet actief meegedaan. Dus geen extra informatie aangeleverd. Waardoor, voor die 3 instellingen is het voor ons gewoon wat lastiger om dan echt te kijken van... en om tot een objectieve... conclusie te komen. Maar ik zou dus graag gewoon voor volgend jaar weer willen zien dat ze de feedback van de rankers serieus gaan nemen, dat ze echt hun studenten gaan betrekken
En dat ze gewoon weer hele grote stappen gaan zetten voor volgend jaar. Ja, en dan zonder verder iets te verklappen, had je nog, kun je wel een tipje van de sluier oplichten? Was het een spannende strijd? Oeh. Nou, leuk om dit jaar te zien is dat, dat de verliezer, wil ik niet noemen, maar de hekkensluiter van vorig jaar echt hele grote verbeteringen heeft gemaakt en ook echt wat plekken in de ranking is gestegen. Dus dat kan ik denk al wel vast zeggen. Wat wij heel mooi vinden, alleen maar aanmoedigen. Daarnaast is het om de titelstrijd altijd spannend. Mm-hmm. Ik kan er nog niet te veel over klappen, maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat er een oude bekende terug is in de top 3. Ja, dus, spannend. Het wordt spannend. Ik denk dat we gewoon zo moeten gaan kijken. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ik vind het heel mooi wat jullie doen, dat jullie meewerken aan de Sustainable en Brit. Dat je gewoon dit jaar weer wenker was en hopelijk volgend jaar weer. Super. En bij deze ook even een oproepje. Als je dit interessant lijkt, hou vooral de social media van Student voor Morgen in de gaten. En dan kun je altijd meewerken als wenker. Ja, als ik daar heel even mag inhaken, wil ik graag bij deze al onze rankers bedanken. 30 studenten vanuit het hele land hebben dit jaar geholpen om dit tot een groot succes te maken. Dus dat verdient ook even een bedankje. Dat verdient zeker een bedankje. En dan gaan we nu echt dus door, denk ik. Ja, ja. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Klaar voor? Nou, een beetje, allebei. Want het is namelijk best wel heel spannend. Ik heb het ook al mogen zien. Sophie, Britt, dank jullie wel voor jullie inzicht en dat jullie konden aanschuiven. En dan gaan we nu kijken naar de bekendmaking van de ranking van de Sustainable 2021. We zien hier eerst de ranking van vorig jaar. Hogeschool van Al-Larenstein stond er bovenaan, vlak boven de VU Amsterdam. Gaan zij wederom bovenaan eindigen of zijn ze ingehaald door andere instellingen? En onderaan de Eigen Zuid Hogeschool en de twee nieuwkomers, Windesheim en Christelijk Hogeschool Ede. Laten we kijken of zij de groene resetknop de afgelopen jaren wel al gevonden hebben. Allereerst de punten voor onderwijs. Van Hal-Larenstein en de VU Amsterdam, beide de maximale score. Gefeliciteerd. Maar wat betekent dat voor de tussenstand? De top 3 blijft gelijk, maar de rest wordt toch flink opgeschud. Hans Hogeschool en Ares Hogeschool vliegen vanuit het rechterrijtje in één klap de top 6 binnen. Dat is stevig winst. De universiteiten Utrecht en Twente zakken juist een flink eind weg. Dat is jammer. Eens zien of zij weer weten op te krabbelen bij de volgende onderdelen. Als volgende hebben we de punten voor onderzoek. Laten we kijken welke instellingen duurzaamheid als belangrijk onderzoeksonderwerp en element zien. Maar liefst 4 instellingen met de maximale score. Nou, dat zien we graag. Dan weer een kijkje bij de tussenstand. Bovenin overstijgt Wageningen University de VU Amsterdam met de UvA vlak achteraan. Van Hal-Larenstein gaat wel nog steeds aan kop met 2 keer de maximale score. Benieuwd of ze dit doorzetten? Verderop maken Tilburg University en de Erasmus Universiteit een opmars. Dan gaan we door met de punten voor bedrijfsvoering. Hier spelen onderwerpen van energie tot mobiliteit een rol. Wageningen University scoort het hoogst van allemaal. Dat is veelbelovend en brengt ze naar plek nummer 1. Van Hal-Larenstein nu op 2 en de Amsterdamse universiteiten wisselen weer. Ook Fontys meldt zich in de top 5. De onderste 3 instellingen komen helaas niet echt van de grond hier. Het is heel spannend en we komen nu erg dicht bij de eindstand. Alleen nog de punten voor de best practices te gaan. Daarvoor zijn slechts 30 bonuspunten te halen, maar die 30 kunnen heel goed het verschil gaan maken. En dit zijn de scores voor de best practices. Hogeschool Utrecht scoort het hoogst met 28 punten. Heel erg veel instellingen hebben goed gescoord, zeker vergeleken met vorige jaren. Daar zien we duidelijk vooruitgang in en daar zijn we blij mee. En dan is er nog 1 prangende vraag over. Wat betekent dit voor de einduitslag? Het is officieel. Wageningen University loopt alleen maar verder uit op de concurrentie en is daarmee de winnaar van de Sustainable 2021. Van harte gefeliciteerd. Onze titelverdediger van Hal-Larenstein wint dit jaar het zilver en de UvA heeft een 3e plaats behaald. Heel mooi. Voor de instellingen in het rechterrijtje hopen dat dit alleen maar motiveert om het komende jaar een tandje bij te schakelen. Veel succes! Nou, dat was hem. Dat is de Sustainable 2021. Dat is de hele ranking. Uiteraard laten we nog beter terug te kijken in het benchmark rapport, wat ook snel online zal komen. Maar Wageningen University, gefeliciteerd. Wat goed. Krijgen zij nog een bul? Zeker, de Sustainable heet het niet voor niks. Ja. Elke instelling krijgt een bul opgestuurd. Dus eigenlijk een certificaat met daar op de plaats van de ranking.
Ja, mooi. Nou, die komen er dus aan. En dan wil ik ook dus even een moment nemen om dus de rankers inderdaad te bedanken. Maar ook bijvoorbeeld Explain, dat is een speciale ranker voor ons dit jaar. En ook de hoofdsponsor Amber. Zonder hen hadden we hier nu niet gestaan. Dus dat is heel erg bedankt aan Amber. En nog een bedankje aan de vrijwilligers van NJR Sprint die hier ons hebben geholpen vandaag. Dat zijn Ragna, Umayma, David, Masha en Meerte. Die hebben ons geholpen met van alles. En natuurlijk ook het hele team hier achter de schermen. En daar heb je ook Surf en RVO. Hartelijk bedankt. En dit was dus de groene paper van dit jaar. We hopen dat jullie alle heel veel hebben opgestoken van de webinars deze week. Heel veel dank aan onze tafelgast voor het langskomen en hun interessante inbreng tijdens de discussies. We bedanken Helicon uiteraard voor het beschikbaar stellen van deze ruimte en de studio die we hierin konden bouwen om jullie vandaag mee te nemen. En tot slot zijn we er volgend jaar weer met een groene paper in mei 2022. We moeten nog even kijken welke vorm het precies aanneemt, maar er zal vast een digitaal aspect zijn, maar ook een fysiek aspect. We kijken er naar uit. En mocht er al een instelling zijn die volgend jaar de host wil zijn, schroom niet en contact ons. Dan dankjewel aan iedereen en tot volgend jaar.